Welkom. Goedenavond iedereen. In weer een nieuw seizoen, Pakhuis de Zwijger. Een nieuw seizoen Design Matters ook. Om precies te zijn het zesde seizoen wat we ingaan. En de volgende dit jaar, zeg maar, dan bedoel ik het jaar, het academische jaar, om maar even zo te zeggen. Volgen er nog in totaal 4 afleveringen, misschien 5 van Design Matters. Maar we trappen vanavond in ieder geval het seizoen af met New School. Logisch begin, een nieuw academisch jaar wat begint. En misschien goed om ook in te zoomen op het designonderwijs. Mijn naam is Jeroen Junte. Ik ben journalist, misschien dat mensen me kennen uit de kranten of op andere bladen. En daarnaast organiseer ik deze avond dus al 5 jaar. New School. Je hebt het waarschijnlijk gelezen op de website van De Zwijger of op een andere plek. De wereld verandert razendsnel. Design moet mee veranderen. Alleen, waar begint dat? Die verandering begint natuurlijk op de academisch, op de scholen. Scholen zijn ook, academisch zijn enorm in beweging. Er wordt enorm veel vernieuwd, er wordt gezocht naar nieuwe manieren van onderwijs. Hoe kan een academie de beste manier inspelen op die veranderingen? Tegelijkertijd zie je dat ook de universiteiten, de TU's in Nederland, ook in beweging zijn. We bewegen misschien wel een beetje naar elkaar toe, misschien niet. Daar gaan we vanavond vast meer over horen. Want die tweedeling tussen, zeg maar, even heel grof gezegd, Eindhoven en Delft, tussen die TU's en die academies, is natuurlijk wel iets wat heel erg in het Nederlandse systeem is ingebakken. In andere landen is dat een stuk minder. En wat betekent dat voor het Nederlandse onderwijs? En wat betekent het ook voor de Nederlandse ontwerpers en het ontwerpklimaat? Nou, belangrijke vragen. Ik bedoel, daar zijn we het over eens. Dus een goede opkomst vanavond ook. Dus het onderwijs leeft. En het onderwijs is ook heel erg belangrijk. Vanavond zijn er 4 sprekers. Straks zal Jan Boele aftrappen. Hij is hoofd, hij heeft een hele rits aan functies en bezigheden. Hij is hoofd masters op de Design Academy in Eindhoven. Hij is daarnaast directeur van Z33, kunstcentrum in Hasselt in België. Maar vanavond heb ik hem eigenlijk vooral uitgenodigd als curator van de 4e Istanbul Design Biennale, waar hij curator van is. En die heeft dit jaar als thema School of Schools. Dat geeft al een beetje aan waar het accent ligt op het onderwijs binnen die biennale. Maar het waarom van die keuze en hoe dat wordt ingevuld en wat dan die School of Schools is. En hoe dan die nieuwe school daaruit zal zien, horen we straks van Jan. Daarna is Flore van Galen, projectmanager bij het nieuwe instituut. Zij zal vertellen over Neuhaus. Dus niet Bauhaus. Dat komt vanavond ook nog regelmatig terug. Dat kan ik jullie verzekeren. Dat lag ook voor de hand. Maar Neuhaus dus. Nou, de naam zit het al een beetje in. Waar gaat het naartoe? Wat kunnen we leren van Bauhaus? En wat vooral niet? En wat wordt dan de nieuwe Bauhaus? En hoe moet die eruit zien? Heel groot programma wat het nieuwe instituut gaat doen. Flora zal daar straks veel over vertellen. Daarna Katelijne van Middelkoop. Zelfontwerper. Geeft les aan de TU en aan Eindhoven. Dus die begeeft zich in vele werelden. En daarnaast doet ze op het moment een onderzoek aan de Bauhaus Universiteit. Heel belangrijk. Het is dus niet de originele Bauhaus, maar de Bauhaus Universiteit in Weimar. En daar doet ze een promotieonderzoek naar onderwijsvernieuwingen. Dus daar zullen ook genoeg handleidingen komen voor de toekomst. En tot slot, aan het einde van de avond, zal ik een tweegesprek hebben met Margriet Vollenberg. Organisation, ook weer vele petten, organisation in design. Zit zelf in diverse juries wereldwijd, onder andere ook voor studentenprijsvragen. En daarnaast, naast organisation in design, waarbij ze het belang behoudt van ontwerpers, is ze ook hoofd van Ventura Projects. En dat is eigenlijk een reizend, ik zeg het even onderbiedig, een reizend circus van Nederlandse ontwerpers en buitenlandse ontwerpers die zich presenteren op Dubai Design, Milaan, noem maar op. Nou, in Milaan doet ze al jaren Ventura Lambrate, deed ze, waar heel veel internationale en Nederlandse academies en universiteiten zich presenteren. Dit jaar was er Ventura University
heel specifiek met allemaal scholen die zich daar presenteren. En ik zal met haar een gesprek hebben over die internationale positie van dat Nederlandse designonderwijs. Nou, en dan zijn we al een flink stuk rond 9:30, 9:45, misschien wel 10:00. En dan wordt het natuurlijk hoog tijd voor het laatste woord. En dat is zoals altijd beneden aan de bar. Dat is dus straks allemaal. Ik zei, we beginnen de avond met een presentatie van Jan Boele, curator van de Istanbul Design Biennale, de 4e editie inmiddels. Jan, mag ik je uitnodigen? Mag ik een warm welkom voor Jan Boele? Goedenavond, dames en heren. Dank u wel, Jeroen. Dank u wel om mij hier te hebben op Design Matters. Het is een beetje eigenaardig. Ik zal in het schoon Vlaams over dit project spreken. Ik spreek hier normaal in het Engels over, dus verontschuldig mij voor af en toe te jumpen, en daar heb je het al, te springen naar het Engels. Mijn excuses op voorbaat. De 4e Istanbul Design Biennale, Jeroen zei het al, A School of Schools, is eigenlijk ontstaan vorig jaar na een research trip in Turkije. En je moet weten dat ik design biennales haat. En dat is een nog zacht uitgedrukt. Ik vind eigenlijk dat er een overvloed van designfeesten in deze wereld is. Maar kritiek geven is niet genoeg. Je moet eigenlijk ook opkomen met een alternatief. En kijken of dat je de dingen die er zijn, of je die op een of andere manier kunt veranderen. Dan is de belangrijkste vraag, wat is de noodzaak om een design biennale te organiseren en welk discours of welke discussie wil je internationaal losmaken met zo'n design biennale? De Istanbul Design Biennale wordt georganiseerd door IKSV, een onafhankelijke culturele stichting die ook de kunstbiennale organiseert en daarnaast nog een aantal andere culturele festivals van jazz, theater en muziek in Istanbul opzet. En in Istanbul, in Turkije, vandaag iets doen rond educatie of rond educatie en cultuur is geen evidente zaak. Daar gaan we het straks misschien wel even over hebben. Maar A School of Schools wil daar niet direct op ingaan, wil eigenlijk het probleem dat ik zelf heb en dat ik afgetoetst heb, niet alleen in Turkije, maar ook internationaal, bekijken hoe dat, en dat is misschien straks voor het gesprek een issue. Elk jaar krijgen wij samen met de collega's van de masters in Eindhoven krijgen we ongeveer 300 portfolio's internationaal. Vanuit de Verenigde Staten, China, Japan, een aantal ook uit Afrika, Zuid-Amerika, Europa. En wat moet je vaststellen is dat als je die portfolio's naast elkaar legt van studenten of toekomstige masterstudenten, is dat ze allemaal hetzelfde produceren. Allemaal een soort zelfde gerenderde realiteit produceren. Een realiteit die meestal ook vormgegeven is door een aantal programma's, maar ook vormgegeven is door een aantal methodieken en strategieën die in het designonderwijs geïmplementeerd zijn, die waarschijnlijk en nog altijd, zeker voor een zeker percentage, zinvol zijn om die om daar verder mee te gaan. Maar de vraag is, en ook dat is in de inleiding gezegd, de wereld verandert, dus design verandert, dus designonderwijs zou ook moeten
veranderen. Hoe verandert dat dan 99 jaar na het Bauhaus, 99 jaar na het model waarbij dat Walter Gropius eigenlijk een soort projectonderwijs heeft geïntroduceerd? Een projectonderwijs waar dat maken, denken met elkaar verbonden was en dat vandaag over heel het onderwijssysteem zijn weg vindt. En dat geeft meteen aan wat een soort urgentie er is, zowel in een land als Turkije, maar ook internationaal, waar dat we eigenlijk met een soort nieuwe generaties van designers eigenlijk meer van dezelfde problemen aan het creëren zijn. En ik zeg problemen, de producten en de objecten die in die portfolio's staan, zijn eigenlijk van meer van hetzelfde en hebben eigenlijk het probleem waar dat we vandaag in staan en voor staan eigenlijk mee gecreëerd. En wat bedoel ik daarmee? Dat gaat niet alleen over een soort sustainable agenda, maar dat gaat eigenlijk vooral over een soort maatschappij die fundamenteel aan het breken is. Een maatschappij waar dat materiaal, waar dat we denken dat materiaal overvloedig aanwezig is. En langs de andere kant door allerlei octrooien, patenten en zo verder informatie tracht te schaars te houden. Terwijl dat de economie helemaal een andere positie inneemt en informatie door informatietechnologie overvloedig aanwezig wordt en eigenlijk daardoor eigenlijk een soort permanente leerhouding van ons wordt verwacht, ook als designer, maar ook als burger, als deelnemer aan de maatschappij, en waar dat materiaal eigenlijk schaarser wordt met de dag. En die cracks die tweedeling die in die oude economie, naar die shift naar die nieuwe economie of dat nieuwe maatschappijmodel, die moet ook geïntroduceerd worden of eigenlijk mee aangejaagd worden door een hopelijk een ander nadenken over design zelf. En het nadenken daarover of het louter produceren van antwoorden is eigenlijk niet voldoende. We hebben oplossingen hebben we lang genoeg trachten te produceren. Misschien moeten we echt fundamenteel design ook gebruiken als een kritisch middel, als een middel om kritiek te formuleren, dus een critical design positie innemen. Misschien moeten we ook naast alleen oplossingen, kritische posities innemen, speculatieve posities innemen en relationele posities innemen. Waarbij dat design eigenlijk op een hele andere manier in een soort nieuw definitie gebied terechtkomt, waar dat je over een expanded field of design kunt gaan spreken en waar dat we op een of andere manier van binnenuit het designveld zouden kunnen veranderen. En hoe kan onderwijs daar een rol in gaan spelen? Design op zichzelf is een vrij jong, zij het nog maar 200 jaar oud. Dus hoe kunnen wij samen met jonge designers nadenken over hoe dat we design kunnen redesignen? En hoe kan onderwijs en educatie daar een tool bij zijn? En ik heb dat heb ik eigenlijk al aangehaald. Dat wordt een stuk wat de urgency is. Nu, hoe gaat je dan een biennale opzetten? En als je de Istanbul Design Biennale kent, of mensen die er de afgelopen edities zijn geweest, die biennale werd traditioneel georganiseerd in een schoolgebouw, in de Griekse school. Dat is een gebouw waarbij dat klassieke klaslokalen waren. Ik heb ervoor gekozen om niet op die typische locatie van die school te blijven. Architectuur bepaalt eigenlijk
hoe dat we ons tot elkaar verhouden. Hier staan we momenteel in deze constellatie in een vrij traditionele academische opstelling waar dat ik vertel hoe dat het er uiteindelijk gaat uitzien. En misschien zijn er andere constellaties en kan ruimte en architectuur bepalen hoe dat wij ons tot elkaar verhouden. En het zijn die dingen die mij organiseren. Dus eerder dan na te denken en die traditionele architectuur te gebruiken, hebben we gebruik gemaakt van 6 locaties in 1 stadsdeel dat zich van het Taksimplein uitstrekt tot aan de Bosporus. Ongeveer 3,5 kilometer waar dat 6 culturele instellingen hun deur openzetten gedurende 6 weken. En waar dat je op verschillende manieren gratis, vrij toegankelijk de tentoonstelling kunt bezoeken. En het is meer als een tentoonstelling. Het gaat er niet over dat we alleen dingen tonen. Het is ook een plek waar dat je effectief, waar dat groepen kunnen een programma ontwikkelen, waar dat lessen doorgaan, waar dat workshops doorgaan, waar dat lezingen doorgaan, die geactiveerd worden door de bezoekers zelf. Dus 1/3 van de tentoonstelling gaat daar rond. Hoe kan eigenlijk een biennale gaan functioneren als een plaats van het uitwisselen van know-how, van kennis? En dat kan op verschillende manieren. De andere typologie die we gebruiken is grote installaties. Installaties die door designers en kunstenaars ontworpen zijn. En waar dat je op een emotionele, sensoriële manier kennis wordt overgedragen. En een derde positie is eigenlijk refereert naar de Wunderkammer, het kabinet, het eerste museum, waar dat in woonhuizen eigenlijk, of grotere kastelen, eigenlijk objecten werden gebruikt om kennis van exotische plaatsen te delen. Er zijn 6 plekken, er zijn 6 soorten plekken die als een soort web of misschien als een soort web van klaslokalen verspreid zijn over Istanbul, eigenlijk over dat stadsdeel waar dat je kan wandelen door de straten van Istanbul van de ene plek naar de andere, waar telkens ongeveer 20-tal projecten te zien zijn en waar dat de stad en de straat dient als gewoon als de corridor, als de gang om de projecten met elkaar te verbinden. Het is eerder een web, een netwerk van verbanden. Het is geconstrueerd als een soort bricolage doorheen de stad. Istanbul zelf is de stad van bricoleren en het maken en het bedenken. En het eerste project is ook op basis daarvan gekozen. De participanten komen van over heel de wereld. De biennale is al begonnen, zeg ik dikwijls. Dat wil dus zeggen, er zijn al heel veel workshops doorgegaan. Er zijn eigenlijk al heel veel ontmoetingen geweest. En de participanten, of eigenlijk de learners, iedereen is iemand die iets leert. Ook ik ben een learner. Komen van overal in de wereld. En samen met er zijn ongeveer 40% komen uit Turkije zelf. En wat doen we? Eigenlijk hebben die heel veel research trips gemaakt en zijn beginnen met elkaar samen te werken. En hebben projecten ontwikkeld die uiteindelijk verder ontwikkeld worden voorbij de biennale. Dit is het eerste project dat geselecteerd is geweest. Dat is van Noor Harsanali. Zij is een jonge Turkse designer, studeert momenteel in Finland aan de Aalto University, is net afgestudeerd aan de Bilgi University. En zij is geïntrigeerd in de objecten die mensen zelf maken in de stad zelf. Objecten die dienen om kleine alledaagse dingen te overkomen. Dat kan een stoel zijn, dat kan een systeem zijn om te vissen. Maar waar dat zij een taxonomie, eigenlijk een analyse heeft gemaakt hoe dat die objecten
tot stand zijn gekomen, wie dat die personen zijn en hoe dat we daar als designers, maar ook aan elkaar en andere burgers van dit soort do-it-yourself initiatieven kunnen leren. De Biennale wil functioneren als een machine waar dat mensen tools krijgen aangereikt om tools for empowerment. Amai, het is echt niet gemakkelijk om te switchen. Tools for empowerment. En daarmee eigenlijk ook proberen we eigenlijk door connecties, internationale connecties te maken, bruggen te bouwen en eigenlijk ook een stuk hoop te creëren in Turkije zelf. Op dit moment is de politieke en de economische situatie echt zeer zwaar. En je voelt dat de urgentie om zo'n biennale in die context te doen en waar dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en waar dat we op 6 plekken, op zeer druk bezochte plekken, momenten creëren waar dat je kennis kunt uitwisselen, maar ook misschien projecten kunt formuleren die een mogelijke toekomst kunnen inhouden voor designers, maar ook gewone burgers, academici, onderzoekers, andere bricoleurs, makers, iedereen die geïnteresseerd is in bepaalde thema's. Dit is een project van een andere Turkse ontwerper, Ebru Kurbak, Stitched Worlds. En zij studeert en heeft net haar doctoraat gehaald aan de Universiteit in Wenen. Ik laat nu toevallig 2 Turkse deelnemers zien. Echt toevallig. Maar ik wil dit project laten zien omdat zij ook een stuk in die designwereld, in die brede designwereld, onder de radar is gebleven. Maar wel een heel interessant oeuvre de laatste jaren heeft uitgebouwd. 4 jaar onderzoek over hoe dat eigenlijk onze geschiedenis die met textiel letterlijk en figuurlijk verwoven is. En hoe dat vrouwen eigenlijk de grondleggers zijn van de computertechnologie en het coderen en het coderen van textiel. En daarmee eigenlijk ook de toekomst hebben gelegd voor de machinetaal en de code die wij vandaag kennen. Zij brengt dat terug naar het handwerk en de craft zelf. En waar dat we opnieuw die relatie met het materiaal en de techniek in de stof en informatie daarin verweven. We hebben verschillende projecten geselecteerd op basis van mogelijke nieuwe strategieën om kennis over te dragen. En eigenlijk, ik heb juist begrepen dat Serendipiteit, amai, toeval, een van uw meest succesvolle avonden was. Dit is Maki Suzuki, een ontwerper die verbonden is aan het Abake collectief. En die is als Japanner gefascineerd door het feit dat Fugu fish, de blue fish, een Japanse vis die je alleen rauw kan eten als een invasieve soort in Turkije, in de Mediterrane zee is terechtgekomen en daar op een totaal foute manier gegeten wordt met als gevolg dat die heel giftig is. En hij is gaan zoeken naar heeft eigenlijk de Fugu Okulu gemaakt, de Fugu school. Een school die kijkt hoe dat de kennis en de cultuur rond die vis in Istanbul wordt overgedragen. En hij is eigenlijk van de ene, als een soort domino, van de ene naar de andere persoon doorgelopen. En dit is de Fugu-school geworden. Is uiteindelijk een groep van meer dan 20 mensen die elkaar vindt in zo'n project en waar dat hij als een soort verbinder begint te functioneren. Of dit is Navin Kandossos. Zij is een kunstenaar die de School of Earthquake Diplomacy heeft gemaakt. In 1999 is een hele grote aardbeving in Istanbul geweest. En de Grieken, en Navin woont in
Athene, waren de eerste die hun vijanden Turkije ter hulp snelden. En zij heeft eigenlijk uitgezocht waarom, hoe dat die strategieën, waarom dat een bepaald land een ander land begint te helpen in geval van nood, hoe dat dat zit. En ze heeft met 5 verschillende groepen gewerkt aan een soort patroon waarbij dat al de informatie verwerkt werd in een soort nieuwe wandtekening. Zelfs gaat je daar een beelden van zien. Hier nog Stitching Worlds. Dus het is die bricolage approach, waar dat lokale informatie, waar dat Istanbul verweven wordt met de rest van met de wereld, waar dat designers, wetenschappers, mensen eigenlijk aan het nadenken zijn over hoe dat een mogelijke toekomst samen kan gebouwd worden. Denken dat er niet één toekomst is, dat er niet één school is, maar dat er vele scholen zijn, dat er vele waarheden zijn en dat er niet één boek is. Om het anders uit te drukken, het binaire Nederlands systeem en hoe dat er in Nederland met die vrijheid wordt omgegaan van Eindhoven tot Delft is te omarmen. We moeten eigenlijk weg van uniformiteit, we moeten eigenlijk gaan naar diversiteit. Hier zie je een paar participanten die telkens ofwel seismologische informatie ofwel documenten aan het verwerken zijn in patronen. Er wordt een grote wandinstallatie in de ruimte. En wat kan je leren van patronen en zo verder? Hier zie je een stukje van hoe dat de mensen op de brug staan te vissen met hun zelfgemaakte steunen. Eigenlijk gaat heel die biennale niet over zozeer dat de designer de persoon is die het allemaal weet, maar gaat het eigenlijk over hoe moeten wij omgaan met de overvloed aan informatie, waar dat geen waarheid eigenlijk nog zeker is. En hoe moeten wij met die twijfel als een soort attitude omgaan? En hoe kunnen we in een wereld waar dat we producten en dingen aan het bedenken zijn, die voor 5 tot 10 jaar tot 20 jaar eventueel zouden moeten functioneren. Hoe moeten we die ontwerpen? Hoe kan twijfel een soort houding zijn om met die nieuwe werkelijkheid om te gaan? En misschien is dat eigenlijk de belangrijkste les die de Design Biennale wil meegeven. Hoe kunnen we doubt ontwerpen? Hoe kan je twijfel eigenlijk gebruiken als een soort poëzie om met het alledaagse leven om te gaan en op die manier in deze moeilijke tijden denk ik toch, vind ik, in deze moeilijke tijden, zeker in een land als Turkije, een soort antwoord geven. En ik zeg expliciet een soort antwoord geven. Dank u wel. Dank je wel. Thank you, Jan. inspirerend verhaal. Ik heb een paar vragen voordat ik die ga stellen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat als er iemand vragen heeft of opmerkingen, wat dat betreft is misschien vanavond ook al een kleuterschool of schools, dat we hier ook al een begin kunnen maken voor verandering en een kennisuitwisseling. Dus als je vragen hebt, steek vooral je hand omhoog. Ik kom naar je toe met de microfoon. Dat moet namelijk, want de avond wordt gelivestreamd. En als je niet in de microfoon praat, dan horen de mensen thuis of misschien wel in het buitenland, in Istanbul, horen ze niks. Dus als je vragen hebt, steek je hand omhoog. Ik kom meteen naar je toe. We waren 2 minuten onderweg en Bauhaus viel al. Dat vond ik op zich was eerder dan ik geklokt had of verwacht had, zeg maar. Wat ik interessant aan vond is, je hebt het heel erg over de school. Ja, daar bedoel ik dan de academie en de universiteit mee. Maar die school is een vrijplaats. Dat moet weer een vrijplaats worden waar getwijfeld kan worden. Misschien ook wel ontleerd moet worden. Waar allerlei dingen hoe we deden vergeten moeten worden. Worden afgeleerd worden. In plaats van leren dingen afleren. Die vrijplaats, hè, je gaf al aan, deze biennale vindt plaats op een plek waar juist die vrije uitwisseling van kennis en ideeën onder druk staat.
In hoeverre... Die staat ook in Nederland onder druk. Hè? In Nederland misschien in minder mate of minder zichtbaar. Maar het is heel duidelijk dat het zogezegde of het zogenaamde marktgericht denken een hele... En de bureaucratisering op heel, wat ik juist aangaf, heel wereldwijd, internationaal, het onderwijs niet meer maakt tot die vrijplaats. En eigenlijk wat we willen in elke van die venues, in elke van die locaties, is dat die culturele instellingen beginnen te functioneren als soort plekken van uitzondering. Waar dat tijdelijk de regels worden opgeheven en waar dat je dan opnieuw kan vrijdenken. En wat is het zaadje, om het maar even zo te zeggen? Is het ook jouw opzet om met die biennale een zaadje achter te laten, hoe klein en bescheiden wellicht ook, juist op die plek ook? Ja, het gaat er, voor mij gaat het erom dat de biennale, laat ons zeggen, 4 november 2019 kan geëvalueerd worden. Ik bedoel, als je een jaar later een round-up kan maken, we zijn ongeveer rond 1 januari gestart. Als we zijn nu iets meer, ongeveer 9 maanden verder, je ziet dat mensen zijn beginnen samenwerken, contact hebben met elkaar aan Skypen zijn, WhatsAppen zijn. En als dat proces van het samenwerken, als dat blijft doorgaan en waar dat zo'n motivator of een katalysator van de presentatie wegvalt, waar mensen gewoon goesting hebben om kennis uit te delen en dat de waarde is, dan denk ik dat de biennale is geslaagd. Dus zeg maar, het is in die zin ook heel locatiegebonden om daar wat achter te laten. Ja, het is... echt locatiegebonden, maar het gebruikt de context van Istanbul. Hè, wat heel interessant is, is dat bijvoorbeeld zo'n economische crisis om het 2 jaar, merk je, hè, heb je, eerst hebben we Portugal, Spanje, dan hebben we Griekenland, nu hebben we Turkije. Who's next? Hè? Dus je hebt eigenlijk, we leven eigenlijk in een permanente staat van crisis, van politieke omwenteling ook. Dus wat wil ik daarmee zeggen is dat, dat je daarmee... Ik ben het kwijt, Jeroen. Geeft niet. Ik pak het even snel. Dus heeft iemand een vraag aan Jan? Of meer algemeen? Heel goed, de vragen komen. Dus meestal de eerste en dan komen ze. Je hebt het nou heel erg uitgebreid over de Biennale Istanbul. Maar je zit ook bij de Masters in Eindhoven. Daar ontwerp je onderwijs, daar geef je onderwijs. Daar ben je ook gebonden aan bepaalde normatieve grenzen of kaders. Hoe doe je dat daar? Ja, eigenlijk is dat is paradoxaal. Hè? Dus eigenlijk onderwijs een vraag stellen en dan zelf onderwijs... ik ben eigenlijk van mening dat... elk jaar opnieuw. We zijn vandaag in Eindhoven opnieuw gestart. Stel ik alles wat we doen, we hebben een master social design en dan zeg ik, eigenlijk start ik met not such a thing as social design. Er is eigenlijk niks. Er is geen, er is alleen maar, er is geen structuur. Er is alleen maar infrastructuur. Er is een halve tafel en er is tijd. Je hebt 2 jaar tijd en daar moet je het mee doen. Dus het is als wij als mentoren of als omgeving gaan eerder vertrekken van als acteren als ignorant schoolmaster, waar dat we vragen waarom, hoe, met wie, in plaats van op een traditionele manier de studenten te zien als een soort vaas waar dat je dingen in moet stoppen die dan reproduceren. En zij moeten eigenlijk zelf hun curriculum bepalen en dat zelf in handen nemen. Dat is de norm. Onderwijs is eigenlijk heel simpel. Ik heb ooit een... dus die normen, die kun je eigenlijk allemaal vergeten. Dat is heel interessant. Ik heb ooit voor zo de... We hebben tussen Vlaanderen en Nederland een accreditatiecommissie die het Bologna-akkoord checkt. Eigenlijk is dat heel simpel. Als een school zegt, als een opleiding zegt... dit doen we, dit geven we aan de studenten,
dan is dat het contract. Van het moment dat ze dat zeggen, van het moment dat dat op de website gepubliceerd wordt en zegt van na deze opleiding word je de grote of de, ga je dit en dat doen en de school delivert niet, is dat contractbreuk. Dus dan ben je niet geaccrediteerd. Als je zegt, na een jaar ben je in staat om één lijn op een wit blad papier te zetten, kan je eigenlijk een master halen in het tekenen van één lijn op een wit blad papier. Dus de norm, hè, dat is de bureaucratisering en het systeem is zichzelf op dit moment aan het opeten, bepalen we zelf. Maar we zijn eigenlijk het beginpunt vergeten. If education is the answer, what was the question again? Je kunt Cedric Price ook hierop op toepassen. Dus we zijn het kind met het badwater aan het weggooien. Wederom een pleidooi voor die vrijplaats dus, die het onderwijs moet zijn. Ik denk niet dat alle onderwijs moet daarom voor mij geen. Ik ben bijvoorbeeld opgegroeid in een. Ik ben naar een zeer traditionele opleiding geweest. Ik heb in een Vlaamse katholieke school gezeten met 1500 jongens. Van mijn 6e tot de 12e. Ik heb er verschrikkelijke dingen meegemaakt, maar ik heb er ook heel veel dingen aan overgehouden. Ik denk niet dat alle onderwijs een vrijplaats moet zijn. Er moet verschillende vormen van onderwijs moeten zijn. A school of schools wil eigenlijk zeggen dat afhankelijk van uw talent, van uw inzicht, vanuit uw goesting, moet je eigenlijk andere vormen van onderwijs en kennisdeling kunnen opnemen. Dezelfde maatschappij zal daar sowieso naartoe moeten evolueren. Ik had hier een vraag nog. Design gaat voor mij eigenlijk over vorm en beeld. Nou praten we heel erg veel, maar ik zie weinig beelden. En als er dan zoveel participanten zijn, dan zou ik erg benieuwd zijn naar juist die beelden. Waarom zien we die niet? Ja, ik ga nu ook nog niet 20 september opent een biennale. Je hebt een paar glimpsen gezien. Je kunt op de Instagram al veel meer zien. Maar dat is niet echt een antwoord. Ik denk dat materiaal, kleur, vorm zijn absoluut, wat mij betreft, of het nu over kritisch design gaat, of speculatief design, of relationeel design, zijn voor mij absoluut heel belangrijk om een boodschap of een stuk informatie te delen. Dus die ga je zeker zien. Maar het is ook wel zo dat de design aan het evolueren is. En dat het traditionele benadering van een object en een product niet alleen meer daar is en dat we niet alleen meer aan het spreken zijn over opnieuw een stoel, opnieuw een tafel, maar dat we over heel veel andere dingen ook aan het spreken zijn. Eigenlijk is alles ontworpen. Is heel de van de communicatiesatelliet tot wat onder onze huid zit, is eigenlijk ontworpen, inclusief de regels die bepalen hoe dat wij ons tot elkaar verhouden. Tot slot, Jan, ik heb één vraag. Wat mij toch opvalt, is dat design ook in zeg maar, die benadering van school of schools en ook in het gesprek hier wat wij hebben en met de zaal zo geïsoleerd is. Het is weer een discipline op zich. Terwijl moet design en dan het onderwijs in het bijzonder niet een plek zijn waar juist die uitwisseling is met oud-studenten, met mensen van de straat, maar vooral ook met wetenschappers uit andere disciplines. Ja, ik denk dat ik heb misschien niet genoeg expliciteerd, maar in de School of Earthquakes and Diplomacies heeft het Nationaal Seismisch Instituut aan meegewerkt, hebben de wetenschappers eraan meegewerkt. Noor heeft elke keer samen met de 20 mensen die de objecten gemaakt hebben, dialogen gehad en is aan het kijken hoe dat ze daar verder mee kan. Dus dat zijn. Het zit in de School of Schools. Ja, heel goed. Dus, we gaan hem ook zeker allemaal. Niet, we gaan hem allemaal het is naar niet Istanbul. Design voor designers. Nee. Het is echt absoluut een. Maar trek ik hem iets breder. Hoe kunnen die muren, die zeker in Nederland zo sterk bestaan tussen zeg maar de Universiteit van Wageningen en de Rijksuniversiteit Groningen, de vakgroep economie. Hoe kan het dat die muren tussen al die verschillende opleidingen en die designopleidingen
zo maar niet geslecht worden. Ik denk dat waar we het juist hebben over gehad, over dat normatieve karakter, die ook in de universiteiten, het gaat hier niet alleen over design onderwijs, maar dat hij die bureaucratisering in die universiteiten, die zeer output gedreven zijn, die wetenschappers die moeten publiceren, zelfs volgens bepaalde richtlijnen, die dag na dag, bij wijze van spreken, absurder worden, dat die het heel moeilijk hebben om daarnaast nog met een gekke designstudent die met een fantastische vraag afkomt, connecties aan te gaan. Maar soms, en ik denk dus dat het niet van instituut tot instituut gaat, maar van persoon tot persoon. Maar het zou wel moeten, zeg maar. Het gebeurt. Ja, nee, goed, maar het is ook iets waarvoor je pleit. Niet impliciet met die schools, maar eigenlijk als persoon nu pleit jij eigenlijk heel erg voor die uitwisseling. Als je dan output als dan checklists van professoren en wetenschappers in universiteiten zou moeten gemaakt worden, zou eigenlijk net die uitwisseling gehonoreerd moeten worden, in plaats van een opnieuw ergens een artikel dat herkoud is en eigenlijk niet bijdraagt tot het echte discours, dat zij ook voldoening uithalen. Tussen droom en daad staan protocollen en bureaucratie. Ja. Laten we het daarop houden. Jan, dankjewel. Ontzettend bedankt. Dankjewel. Ik denk dat we natuurlijk vooral met z'n allen naar Istanbul zullen moeten gaan om het daar te zien. Ik denk dat het ook vooral een biennale is die ter plekke ervaren moet worden, omdat heel veel projecten dus zo open zijn en een verbinding aangaan. Ik kijk er zelf in ieder geval heel erg naar uit. Vervolgens Flora van Galen, projectmanager bij het nieuwe instituut en daar verantwoordelijk voor Neuhaus. Daar is hij alweer, het Bauhaus. En ik denk dat het Neuhaus ook wel een beetje vreet aan dat Bauhaus, wat ooit ook die vrijplaats was, maar inmiddels een dogma in zichzelf is geworden. En hoe gaan we met die erfenis om? Flora, mag ik je uitnodigen? En mag ik ook voor Flora een hartelijk welkom? Ja, dankjewel Jeroen. Ik werk inderdaad bij het nieuwe instituut voor architectuur, design en digitale cultuur. En we proberen, ja, een mooi bruggetje met net inderdaad breder dan design te kijken of alles als design te zien. Het is maar hoe je het bekijkt. En die cultureel-maatschappelijke waarden ook echt te versterken en ook de samenwerking tussen die disciplines te bevorderen. Dat doen we vanuit ons gebouw in Rotterdam. Ik ben even nieuwsgierig wie er wel eens is geweest. Wie kent het nieuwe instituut? Nou, dat is echt, nou, dan hoef ik daar niet zo heel veel over te zeggen. Nou ja, meer dan de helft. Maar we bestaan ook echt uit verschillende pijlers. We zijn het Rijksarchief voor Architectuur en Stedenbouw. We hebben een museum. We hebben een afdeling onderzoek die content ontwikkelt. En een afdeling agentschap die verantwoordelijk is voor internationale samenwerkingen en projecten. En nou ja, zeker voor iedereen die er nog niet is geweest, kom 18 oktober. Want dan hebben we weer nieuwe tentoonstellingen die opengaan. Ik wil eentje heel even kort noemen. Dat is namelijk het Speculatief Designarchief. Ik noemde net al dat er een Rijksarchief voor Architectuur is, maar dat is er dus niet voor vormgevingserfgoed. En met dit project willen we daar een lans voor breken. Nou, hier ziet u wat proefjes van Rietveld, van de beroemde zigzagstoel. Maar goed, dat terzijde, want ik ben hier inderdaad om te vertellen over Neuhaus. Een programma dat volgend jaar 5 maanden lang het nieuwe instituut zal overnemen. En inderdaad een knipoog naar Bauhaus is, maar zeker niet ingaat op de historische kant ervan, maar het absoluut als inspiratie neemt. Dus zoals Bauhaus volgend jaar 100 jaar geleden ontstond, als een kunstopleiding en gestoeld op ander soort kennis. Jan refereerde er ook al aan, echt op een andere manier naar de wereld kijken. Ze wilden de wereld opnieuw uitvinden. Dat grijpen wij aan om met Neuhaus te kijken wat er anno nu nodig zou zijn om ook opnieuw die wereld weer opnieuw te kunnen bekijken. Wat is er nu nodig? Toch even nog kort wat meer over dat Bauhaus. Het ontstond dus in 1919 in een periode net na de Eerste Wereldoorlog. Natuurlijk totale desillusie.
totale destructie. Al het geloof in vooruitgang, dat was zo de grond ingeboord. Ook groot wantrouwen tegenover de technologie en de mechanisatie. Dat leidde tot al die moord en doodslag. Maar natuurlijk ook, wat zou dat betekenen voor de arbeiders en al dat werk? Dus een sfeer van toch angst, hoe moet dat nu verder? Nou, daarin ontstond dus dat Bauhaus, dat eigenlijk vrij positief echt wilde kijken naar hoe je die kunst en die architectuur weer midden in de maatschappij zou kunnen zetten. Hoe kon je dat verbinden? Nou, de studenten, de hiërarchie tussen studenten en leraren, die werd op zijn kop gezet. Je was allemaal Bauhausler en je ging van daaruit je creativiteit ontdekken. Veel aandacht voor materialen. Wat voor kwaliteit zit er nou intrinsiek in die materialen? Nou, beroemd om de feesten die er werden gegeven. Dit is een feest met, geloof ik, thema metaal. Iedereen verkleed. En ook veel aandacht voor het lichaam. Want de kennis die Bauhaus over wilde brengen ging over esthetische kennis. En dan niet in de enge betekenis van schoonheid, maar echt esthetisch in de oorspronkelijke ruimere betekenis van hoe dat aan de zintuigen verschijnt. Die punten samen met het gegeven dat we parallellen herkennen in het nu. Toen, na die Eerste Wereldoorlog, die wanhoop. Momenteel vindt er ook een accumulatie van crisissen plaats. Economisch, politiek, ecologisch stevenen we af op een ecologische ramp. En ook nu wantrouwen we toch weer die technologie. Gaat het over kunstmatige intelligentie, over automatisering. Die parallellen maken het volgens ons interessant om net als Bauhaus toen, nu ook te kijken wat zou nou interessante andere kennis zijn. Dus Neuhaus gaat gek genoeg niet zozeer over een ander type onderwijs. Daar zullen we het later vanavond ook nog over hebben. Daar zijn opleidingen zelf heel actief mee bezig. Maar het stelt eigenlijk een vraag die daaronder ligt en ook in samenwerking met, namelijk wat voor andere kennis is er nu nodig? Want die kennis, de dominante kennis heeft tot nu toe toch geleid tot het punt waar we nu zijn. Alles wordt gelezen in termen van economische waarden. We hebben op die manier de collectieve burn-out in het vooruitzicht, zou je denken. Dus met Neuhaus gaan we kijken, wat zou andere relevante kennis zijn? Kunnen we die wereld opnieuw uitvinden? En hoe gaan we dat aanpakken? En het format van Neuhaus is dus zelf ook nog onderwerp van onderzoek. We doen het niet helemaal in het wilde weg. We hebben een aantal ideeën daarover. Wat zou die andere kennis kunnen zijn? Gemarginaliseerde kennis. Kennis die lang onderdrukt is geweest. Kennis die juist niet de mens centraal stelt, maar die door dieren, door planten, door machines wordt gegenereerd. En dat is heel erg in de geest ook van Bauhaus. Die aan de zintuigen verschijnt. En niet alleen maar de menselijke rationele geest bedient. Vervolgens hebben we ervoor gekozen om nog een beetje te speculeren, te twijfelen zou je kunnen zeggen, over wat Neuhaus allemaal kan zijn. We zijn een collectief van mensen en niet-mensen. Het is een ruimtelijke eenheid. Het zal in ieder geval een component in Rotterdam kennen. Het is een leeromgeving, een inclusieve plaats, maar ook een plek die zelf leert. Het daagt uit, het test. En het spreekt in niet-talige metaforen. Kortom, het produceert andere kennis op dit moment van reset. We hebben een aantal thema's om richting te geven aan die inhoud. Die thema's zeggen iets over gebieden waar we voelen dat daar andere kennis zich afspeelt of zich bevindt. Maar dat we daar ook nog helemaal niet genoeg van weten. Ik zal die even kort noemen met een paar voorbeelden erbij wat we ons daarbij kunnen voorstellen. De eerste is metaforen. Iedereen kent wel het gebruik van een metafoor. Maar in de wetenschap wordt dat heel weinig gebruikt. En denken we juist in modellen. Gaan we alles reduceren tot we een signaal overhouden. Maar dan gaat er ook heel veel verloren. Dus door het toepassen van metaforen kun je ook heel erg verrijken. En kan informatie ineens een heel ander beeld schetsen. Dit is een voorbeeld van een project. Een samenwerking tussen een kunstenaar, Ryan Stables, en een kankeronderzoeker. En die heeft de groei van kankercellen omgezet in geluidsgolven. En daardoor hoor je het ritme van die groei. En wat wil nou het geval? Wij horen ritme veel sneller dan dat we dat kunnen zien. Dus deze omzetting geeft
Ja, echt concreet ook resultaat. Niet schrikken. Ik laat even horen hoe dat ongeveer klinkt. Dat is er één. Dat is er nog één. Maar een ander type metafoor, ja, zou je kunnen zeggen, is parcours of freerunning. Dit is een project van een choreograaf, Willie Dorner, Bodies in Urban Space. Groep dansers die overal opduikt in de stad. En die de ruimte op een hele andere manier leert kennen. Dit is absoluut anders dan met een architectuurgids de stad verkennen. Een tweede domein wat ik even wil noemen, memes. Nou, meme, dat is een stukje culturele informatie. Dat zich vaak razendsnel verspreidt, vaak via social media. Het is eigenlijk wat in de biologische evolutie een gen is. Dat is een meme voor de culturele evolutie. Nou, ze zijn overal, ze zijn echt besmettelijk, echt letterlijk viraal. Maar we weten er heel weinig van, terwijl ze ook ons politieke landschap heel erg beïnvloeden. En ze bestaan puur uit een soort gekke herhaling van dingen en bestaan helemaal niet uit echte informatie. Ze zijn ook vaak ineens weer verdwenen. Mensen maken ze, maar computers worden er ook steeds beter in. Nou, dit is een voorbeeld van een superpopulair computerspel. Fortnite, als je daar wint, dan krijg je character een dansje. En de meme die is ontstaan is dat tieners die dansjes dan weer na gaan doen en dat weer opladen. Zoiets. Maar dit is ook een voorbeeld van een meme, meer in het analoge. Dit is in Hongkong, Umbrella City in 2014. Daar werd eigenlijk spontaan gedemonstreerd voor vrijere verkiezingen. En daar werd het opsteken van je paraplu symbool om te laten zien dat je daar achter stond. Dus dit ontstond spontaan en daar is nu ook helemaal heel weinig nog van terug te vinden. Dus ook een meme. Dan materie. Nou, we lezen vaak materie in termen van materiaal. Materiaal heeft toch ook iets over zich, iets passiefs. Van daar ga je iets mee maken of iets mee doen. En wij zijn eigenlijk benieuwd om daar een stap ook weer voor te zetten. En zeggen alles is materie. Dat is helemaal niet passief. Daar zit veel kennis in besloten. Allerlei chemische en kinetische bewegingen. Dit is een project van Studio Forma Fantasma. Die onderzochten wat voor ertsstromen er schuilgaan achter onze elektronische apparatuur. Dus eigenlijk de hele keten eigenlijk voelbaar en inzichtelijk maken. Een soort alchemie 2.0, daar kunnen we nog heel veel van leren. Dan collectieve lichamen. Ja, er zit veel kennis in groepen. Ik weet niet wie van jullie Marleen Sticker bij Zomergast heeft gezien, maar daar laat ze ook zien dat een collectief een spelletje pong kan bedienen op afstand. En hoe werkt dat? Nou ja, we weten dat groepen beslissingen kunnen nemen, dat dat ook waardevol is tegenover ons toch individualisme. Maar tegelijkertijd is ook de vraag, hoe kunnen we ook voorbij komen aan ander type groepsgedrag? Dat meer defensieve ophitsende identiteitspolitiek gecreëerde groepsgedrag. Hoe zouden we dat voorbij kunnen gaan? En ook wellicht allianties vormen tussen planten, dieren, machines, mensen. Ook daar kunnen we wellicht leren van bomen. Want tot voor kort werd aangenomen in de wetenschap dat bomen heel individualistisch waren, vochten om genoeg water en grondstoffen. Maar wat blijkt, zij communiceren ondergronds met elkaar, helpen elkaar ook. Als één boom dreigt te sterven, dan staat hij zijn voedingsstoffen alvast af aan zijn buren. Dus planten kunnen het gewoon al. Nou, tot slot, het vijfde thema wat ik nu wil aanstippen is tijd. Onze beleving van tijd staat onder druk. Je kan zeggen dat de klimaatcrisis eigenlijk het voorbeeld is van een disconnect tussen ons tijdbesef en dat van de aarde. En aan de andere kant is digitale tijd ook voor ons bijna niet meer te bevatten. Neem bijvoorbeeld aardolie, dat duurt miljoenen jaren om te vormen. Wij halen dat uit de grond, maken er plastic zakjes van die we binnen een dag weer weggooien. En vervolgens is het weer onderworpen aan die geologische tijd. Nou, dit is een ijspegel geboord uit Antarctica, waarin je eigenlijk 70.000 jaar in een tijdbalk zo ziet. Al die geologische lagen die zijn daarin vastgelegd. Dit project laat juist dat andere uiteinde zien. Het is een werk van Femke Herregraven, Rogue Waves. En hier heeft ze een milliseconde in beeld gebracht van het handelen door algoritmen op de financiële markten. Dus iets wat wij helemaal niet kunnen bijbenen, heeft ze op die manier verbeeld, waardoor het toch mogelijk wordt om daar in ieder geval een voorstelling van te maken en daar kennis over op te doen.
dat zijn dus onderwerpen die richting geven aan waar we inhoudelijk nieuwsgierig naar zijn. Maar Neuhaus moet vooral een online en ook een offline omgeving worden. Die het nieuwe instituut over gaat nemen. En dat doen we met ontwerpers, met opleidingen. Ook nou ja, met de biennale waar Jan net over vertelde. Dat willen we doen met koks, onderzoekers, uitvinders, dieren, activisten, ambachtslieden, architecten, muzici, curatoren. Nou, eigenlijk gewoon ook met jullie. Dus heel erg bedankt dat ik hier mag staan om alvast een call for action te doen. Want we gaan calls for auditions doen om gezamenlijk ook ja, dat Neuhaus tot leven te wekken. En dan zien we toch ja, door onze oogharen een labyrint of een parade. We twijfelen, we zoeken nog naar de juiste metafoor. Waar je ja, verdwaalt en onverwachte kennis ontdekt. En die absoluut een aanzet doet om op een ja, toch positieve manier de wereld her te overwegen. En ik wil eindigen met een iets wat gecustomized of geüpdate citaat van Walter Gropius. Let us therefore create a new guild of craftsmen without the class distinctions that raise an arrogant barrier between craftsmen and artists. Culture of the few and the many, research and experience, human and non-human, science and poetry. Hier wil ik het belaten. Dankjewel. Dankjewel, Flora. Ook jij, blijf heel even bij. Ik zag die beelden van dat Bauhaus. Tamar, en nu in één keer, ik had ze al natuurlijk al tig keer gezien. En nu zag je in één keer wat die magie is. Het zit zo verschrikkelijk dicht op die tijdgeest. Die veranderende lichaamscultuur die 100 jaar geleden opkwam door nieuwe wetenschap, die nieuwe vormen van communicatie die opkwamen, nieuwe letters. Het zat echt zo verschrikkelijk dicht op die tijdgeest. En het voelde dat en het ademde dat, dat daar zeg maar eigenlijk een ander soort onderwijs uitkwam. Is dat exact wat jullie dus ook willen gaan doen? Tenminste, zo kwam het op me over. Een soort scan van de samenleving nu en dat zeg maar een basis moet zijn bijna om de new school, die nieuwe school te gaan vormgeven. Dat het niet een vormgeven is van het onderwijs, maar meer van wat is de basis van dat onderwijs? Ja, ik denk precies dat. En daarom ook is het zo dankbaar om dat samen ook met opleidingen te bespreken. Want nou, zij bevinden zich ook in een bepaalde positie, waardoor je niet alles kan experimenteren of doen. En wij als cultureel instituut hebben dan die ruimte wel, maar zijn weer totaal afhankelijk van de kennis die daar wordt ontwikkeld. Maar het klopt, ja, het is een soort vraag die eronder ligt. Dat snap ik. Dat was eigenlijk ook wel een beetje de angel waar ik, zeg maar, of de haakje waar ik aan bleef, wat me een beetje weerhield is. Op deze manier, jullie veronderstellen natuurlijk eigenlijk ook al dat er heel veel kennis is. Mm-hmm. Het is eigenlijk bijna meer een keuzevak wat er onderzocht wordt dan een compleet nieuwe manier van onderwijs. Omdat er dus zo verschrikkelijk veel kennis. Het is hartstikke mooi, een ontwerper die met een kankeronderzoeker samenwerkt. Maar allebei zijn natuurlijk al, zeg maar, afgestudeerd. Ja, nou ja, daar zit natuurlijk het gelukkige gat waarvan we ook nog niet weten wat er allemaal zal komen. Daarom noemen we het ook steeds andere kennis. En vinden we dus nieuwe kennis ook niet helemaal passen. Want eigenlijk is er al zoveel kennis aanwezig. Maar die is misschien niet dominant geweest. Die is onderdrukt geweest. Maar die is niet nieuw as such. Dus we zijn een beetje voorzichtig met dat soort termen. Want dat zou ook overkomen alsof wij als eerste dan ontdekken dat iets waardevol is. Maar ja, het klopt. Dat het zit hem er ook in op een andere manier dat het podium geeft. Sensitief en intuïtief is natuurlijk nog veel dingen waar zeker traditioneel onderwijs met een grote boog omheen loopt. Wat Jan ook al zei, omdat je dan snel protocollen komt. Is er al iemand die denkt, ik heb iets voor het Neuhaus. Ik heb iets, dat wil ik naar voren brengen. Of daar kan ik wat mee, of juist niet. Ja, ik had een vraagje. Neuhaus, waarom de keuze voor deze naam? Omdat we het nieuwe instituut zijn en de gewoonte hebben om overal nieuw voor te plakken. Nee, omdat we absoluut dus de link en de inspiratie met Bauhaus willen benadrukken. Maar ja, nieuwsgierig zijn naar een volgende stap, naar nu. Is het dan al niet heel erg gelinkt aan Bauhaus? Hoe vrij ben je dan nog?
Nou ja, zoals ik zei, van we geloven ook niet in zozeer een knip om iets helemaal nieuw te bedenken. We vinden het wel belangrijk om echt terug te kijken naar dat moment van 100 jaar geleden. En ook de manier waarop Bauhaus is ontstaan en dingen heeft aangepakt. Ja, die willen we wel echt nadrukkelijk als spiegel ook benoemen. En inderdaad, Bauhaus heeft zo aan de invloed gehad, ook op het kunstonderwijs in Nederland. Eigenlijk hoef je het niet eens te noemen en het zal invloed hebben op wat je doet. Maar denk niet aan gevulde koeken, dat idee. Het zijn chocolaatjes ook. En nu denkt iedereen aan gevulde koeken. Ik had hier een vraag. Ja. Gaan jullie met dit project in een ander gebouw zitten? Ik kan me zo goed voorstellen. Niet letterlijk, maar we hopen wel dat het overkomt alsof we in een ander gebouw zijn gaan zitten. Nee, dus we hebben... Serieus, wat ga je doen? Want je bent een museum, een expositie en je gaat experimenteren. En je gaat op heel veel stoelen zitten nu. Heel veel. En hoe gaan jullie het aanpakken? Waar ga je zitten? We zien het inderdaad ook als een kans bij uitstek om opnieuw vorm te geven aan wat een museum, een archief, een museumgebouw kunnen zijn. Dus we zullen het gebouw weer even helemaal blanco aantreffen. En natuurlijk zitten daar... Komt heel elitair over. Nou, ik nodig je van harte uit om al binnenkort een keer te komen heel kijken. Heftig. Maar we hebben, Met wie ga je allemaal werken? Met sowieso met. Nee, het team wat er nu al is. Het team wat er nu is bestaat. Bestaat dat uit ons team research. Klaas Kuitenbrouwer en Angela Rui. Zij is als externe betrokken. En we hebben inmiddels een groep van zo 50 à 70 mensen om ons heen verzameld. Die ons hebben geadviseerd in dit hele proces. En dat varieert van dansers tot gebruikers in onze tuin, tot ontwerpers ook, maar veel breder dan design alleen. Om precies na te denken over dat andere kennis heel relevant is voor meer dan design alleen. En er is nog meer dan een half jaar om het tot in de finesses uit te werken. Dus wellicht nu nog vroeg om man en paard te noemen en wie er hoe lang en waar aan werken binnen het nieuwe instituut. Maar het tekent in ieder geval een grote nieuwsgierigheid die er onder het publiek leeft. Nou, nog één vraag. Maar als het weer te heel specialistisch is, ga ik toch weer door, hoor. Je refereert aan het Bauhaus en dat wordt gedragen door de mensen die daar aanwezig waren. We gaan het zien. We zijn allemaal heel nieuwsgierig. Ik heb hier nog een laatste vraag. Nou, ik ben nieuwsgierig, want ik zie wel wat gebeurt, wat Jan doet en wat Flora doet, geloof ik, hè, Flora. En ik was op What Design Can Do en daar hadden we het over de antropozien. En ik zie wat dingen gebeuren. Dus het is eigenlijk het tijdperk waar we nu in zitten. Even voor degene die het niet weet. Maar het heeft met de klimaatsverandering te maken. Dat we in een tijdperk zitten dat we nu de mens daar er ontzettend veel gevolgen van hebben. Daar moeten we oplossing voor verzinnen. Daar is een zekere vrijheid voor nodig. Een gedachtevrijheid om tot nieuwe dingen te komen. Nieuwe materialen, nieuwe concepten. En ik zie dat ook bij Jan. En ik zie dat ook een beetje bij jullie. Jullie willen dat ook eigenlijk naar boven halen. Is dat wat er leeft onder de studenten? Ja, absoluut. Ja. Ik neem hem even terug. Maar Jan, dat is wat bij jullie op de academie heel erg leeft. Dat die studenten bezig zijn met hun tijd. En dat ze daar ook heel duidelijk een stempel niet op een product willen drukken, maar op een tijd. Ja. Hun grote probleem is eigenlijk dat ze... meneer daar ook naar verwees is, dat... de keuze tussen niet ontwerpen, niks doen en iets doen. En dan toch weer materiaal en dingen gaan maken enzovoort. Daar zit die spanning, die voelt je heel, heel veel bij de huidige designstudenten. Omdat er een heel groot schuldgevoel is om opnieuw iets te gebruiken, te verbruiken en op die manier bij te dragen aan het probleem dat er is. Die nieuwe tijd. Ja, nou, tot slot. Ik vind het zo geweldig wat jullie doen. En eigenlijk zouden we allemaal het geld voor die klimaattop,
Die moeten we afschaffen. En dat geld moeten we bij elkaar gooien. En dan gooi je in dit soort onderwijs. Heel goed. Nou, we gaan het zien. We zijn pas halverwege de avond. Hè? Wellicht een beetje voorbarig. Flora, dankjewel. Dankjewel. En we kijken ernaar uit. We zijn heel nieuwsgierig. Na Istanbul gaan we met z'n allen naar Rotterdam. Katelijne van Middelkoop. Werd net al een paar keer kwam er te sprake die spagaat in het Nederlandse designonderwijs tussen de universiteit enerzijds en de academie anderzijds. Zij begeeft zich in beide werelden, Katelijne. Daarnaast doet ze dus een promotieonderzoek naar onderwijsvernieuwingen aan de Bauhaus Universiteit. Kortom, ik denk dat zij ook een heel goed inzicht heeft in die nieuwe tijd en dat nieuwe onderwijs wat erbij hoort. Mag je uitnodigen, Katelijne. En een warm welkom ook voor Katelijne van Middelkoop. Jullie hebben de lat alweer lekker hoog gelegd. Maar gelukkig komen er een aantal afbeeldingen voorbij die refereren aan wat er eerder is gezegd. Dat is uiteraard geheel toevallig, niet van tevoren bedacht, ook niet echt wetenschappelijk onderbouwd. Ik geef inderdaad les bij de afdeling industriële vormgeving, industrial design engineering bij de TU Delft. Ik heb daar een leerstoel in visuele communicatie. En dat is heel erg interessant, want dat is in een omgeving waarbij de studenten op een hele andere manier worden opgeleid dan dat ik zelf in het verleden heb geleerd wat het is om te ontwerpen. Dat was op de Koninklijke Academie in Den Haag. Halverwege de jaren 90, toen de computer zijn intrede maakte, maar er ook nog met de hand gekalligrafeerd werd. En dat is een beetje mijn eigen achtergrond. En eigenlijk tot 2016 heb ik vooral mijn eigen ervaring, ook vanuit mijn beroepspraktijk, die ik samen met mijn partner in het studio, Strange Attractors. Ik heb vooral die ervaring in het HBO kunnen delen met studenten. En ook kunnen toetsen aan de hand van opdrachten die we spontaan konden formuleren. En waar we ook ieder moment weer een wijziging in konden aanbrengen op het moment dat we dachten dat dat nodig was. En dat is eigenlijk dus gewoon vanuit mijn eigen ervaring een groot verschil tussen een beetje de manier waarop binnen de technische universiteit sommige processen verlopen en binnen het HBO. Het zit vooral in de tijd die sommige processen kosten. Vergeleken met de snelheid waarmee je soms juist in het HBO kan handelen. Maar die snelheid ook bij het HBO, die komt in het geding. Soms is het goed, want daardoor kunnen we juist extra veel bevragen. Maar er is ook minder ruimte op voor dat experiment. Dus het thema of het woord vrijplaats is al genoemd. Ik heb het ook in het Engels wel over een safe haven. Ik denk dat dat ook de rol is van een school, van een fysieke plek waar we samenkomen. Dat daar ruimte is voor experiment. Maar ik ga nu naar de dia's. Ik al zeg, dit is Industrial Design Engineering TU Delft versus Design Academy Eindhoven. Of het x-je als in een biologisch experiment. Wat zou er gebeuren als je deze twee werelden kruist? Wat komt er dan uit? Ik ga niet hele fantastische voorspellingen doen. En ik heb al een aantal dingen gehoord. Onder andere in de thema's die het nieuwe instituut gaat aanboren in het Neuhaus. Ik denk dat dat fantastische thema's zijn om ook binnen het onderwijs, bijvoorbeeld bij de Design Academy, maar ook bij de TU Delft verder te onderzoeken. Maar hier hebben we twee stoelen. We hebben het over designonderwijs. En daarom, ik heb het niet zozeer over het kunstonderwijs. Ik probeer me heel erg te beperken en te doen alsof er een duidelijk verschil is tussen wat kunst en design is. Links de fameuze Gerrit Rietveld stoel en rechts een stoel van Maarten Baas, een alumni van de Design Academy, 2004. In 2008 brandde de faculteit bouwkunde af. En dan denk je, ja, maar ze zit toch bij industriële vormgeving, wat doet die bouwkundefaculteit daar? Op het moment dat we kijken naar de toekomst is het ook heel erg belangrijk om
het verleden in acht te nemen. En de faculteit industriële vormgeving bij de TU Delft komt voort uit een kleinere afdeling, een afstudeerrichting binnen de faculteit bouwkunde. Daar was de behoefte om niet alleen maar gebouwen op groter formaat vorm te geven, maar ook vorm te geven aan de objecten en het interieur zelf. Dit in, ook in lijn met het Bauhaus, als we denken aan Gropius en het Gesamtkunstwerk, waar het gebouw allesomvattend, ook alle elementen bevat die kunnen worden vormgegeven. Die gedachte zit hier ook een heel klein beetje achter. Die faculteit, industriële vormgeving, die ontstond niet zomaar. Er was een duidelijke vraag vanuit, ook vanuit de politiek. Het was 1947, twee jaar na het aflopen van de Tweede Wereldoorlog. En Marshallhulp stroomde binnen. Er was geld om te proberen om de Nederlandse economie weer op te zwingen. Hier zie je rechts nog de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Het gebombardeerde gebouw van Philips, een van de fabrieken, de Witte Dame. Nu de hoofdvestiging van Design Academy in Eindhoven. En zo zag het er in 1943 uit. Nog niet wit zoals het nu is. Het grote gevaar, of waar men erg bang voor was in 2008, was dat de tentoonstelling die op die dag geopend zou worden, dat die ten koste zou zijn gegaan van de grote collectie stoelen. Stoelen zijn natuurlijk bijna gewoon, het is een clichébeeld van wat een ontwerper nou zou maken, een stoel. Het allerbelangrijkste, in ieder geval zo lijkt het uit dit commentaar van minister Plaskerk, die was opgetogen over de redding van een collectie bijzondere stoelen. Gelukkig, het gebouw ging in vlammen op, maar de stoelen waren er nog. Je ziet de vrolijke lach. En dat kan ook. Het was 2008 en er was nog niet gekort op de budgetten. Het leek nog allemaal goed te gaan met die creatieve industrie. Hij is niet de enige minister die zich heeft bemoeid met de Nederlandse vormgeving. Daarmee ook de vormgeving van het Nederlands ontwerponderwijs. Het begon al met Jan van den Brink, minister van Economische Zaken. Die een portefeuille had en dacht, wij kunnen iets met die industrie gaan doen. Wij moeten ook kijken naar Amerika en wat daar gebeurt. En het zou zo verdraaid handig zijn als wij ook scholen voor industriële vormgeving gaan starten. Gerard van der Leeuw, minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschap, nam dat nog wat serieuzer. En die bedacht ook, waar zou dat dan moeten gebeuren? En het leek hem heel erg logisch dat die opleiding voor industriële vormgever, dat die bij de Technische Hogeschool zou worden ondergebracht. En er werd ook een verzoek uitgebracht aan de Technische Hogeschool in Delft om een opleiding voor industriële vormgeving te starten. En dit was in 9 juni 1949. Het duurde even, ruim 9 maanden later kreeg de minister het antwoord dat de Technische Hogeschool nog even geen reden zag om een dergelijke opleiding te starten. Of dat al te maken had met de grootte of de complexiteit van de organisatie die erachter zat. Ik denk zelf van wel, maar nogmaals, dit is een aanname, dus excuses. Tegelijkertijd in Eindhoven gebeurde ook van alles. De stad was gebombardeerd, maar werd ook weer in noodvaart weder opgebouwd. Mede met steun van Philips. En er was grote behoefte ook om daar een opleiding te starten waar industriële vormgevers een bijdrage zouden kunnen gaan leveren. Niet alleen aan de algehele Nederlandse economie, maar ook natuurlijk aan Philips zelf. En René Smeets was degene die de eervolle taak kreeg om te onderzoeken en wat een opleiding zou kunnen zijn en om er ook één te starten. Dus hij startte al als eerste een avondopleiding. En ook weer hier met het geld van het Marshallplan werd er naar Amerika gevlogen om vervolgens te kijken wat daar allemaal gebeurde. En hier zie je een groep met mannen die kijken naar Kodak-apparatuur. En dat ging natuurlijk. Daar werd veel inspiratie op gedaan. En René Smeets startte inderdaad in 1954 de eerste dagopleiding voor industriële vormgeving.
Het duurde veel langer, tot 1967, voordat de architectuur of de bouwkundefaculteit inderdaad ook een industriële vormgevingsprogramma kreeg. Dus dit is het curriculum, ziet er heel mooi uit. Maar dit is het krantbericht dat er al was. En dat leeft nu nog een beetje zo. Dus als je al denkt van wat is nou Delft, Eindhoven, waarom hebben we het er überhaupt over? Dat heeft natuurlijk ook te maken met de berichtgeving waar we dagelijks aan worden blootgesteld. Sommige scholen hebben vooral in het verleden heel erg hun best gedaan om de pers te bereiken. René Smeets, en dan heb ik heb het dus niet over Liedewij Edelkoort bijvoorbeeld, die heel erg goed ook voor de bekendheid van de Design Academy heeft gezorgd. Op internationaal niveau. René Smeets, de oprichter van de academie, is daar eigenlijk ook al heel erg mee begonnen. Die was zich wel bewust van de kracht van de pers. Om ook weer een link te maken naar het Bauhaus. Gropius was ook heel erg bekend met de macht van de pers. En het Bauhaus maakte ook heel erg dankbaar gebruik van het feit dat ze zelf ook publicaties produceerde en verspreidde en daardoor ook een naam voor zichzelf creëerde. Die naamsbekendheid is belangrijk, want daardoor trek je goede mensen aan. Niet alleen maar goede studenten, maar ook goede docenten. En daarmee zou je een soort kwaliteit kunnen genereren. Uiteraard is geen enkele opleiding ooit af. Ook in Delft werd er alweer bedacht dat er dingen gewijzigd moesten worden. Soms gebeurde dit op basis van eigen ideeën, maar vaak ook op basis van voorbeelden uit het buitenland. En ook op andere plekken, dus ook bijvoorbeeld bij TU Delft, was men zich er wel degelijk van bewust hoe belangrijk de vorm, wat de rol van de vorm is in de vormgeving. Hier zien we het LinkedIn-profiel van een meneer met een mooie bril. En hij gaf 2 jaar les bij de Technische Universiteit Delft. Ik heb nagevraagd, hij gaf het vak vormleer. En hij was ook de curator en de ontwerper binnen een reizende tentoonstelling. De eerste tentoonstelling die in het, vanuit Nederland ook in het Engels aan de buitenwereld werd gepresenteerd. En in het Duits. Maar in dit LinkedIn profiel in het Engels. Een reizende tentoonstelling die tussen 1980 en 1984 liet zien in het buitenland wat Nederlands ontwerpers te zeggen hadden. Dit is Gijs Bakker, nu bekend door de grijze haren en een ronde bril. Maar dit is wel weer het beeld wat we dus vergeten, want we hebben 1 beeld inmiddels over. Dit is een ander beeld van een andere illustre ontwerper, Wim Krauwel. Het lijkt bijna alsof de ketting of de halsband of misschien is het al iets heel erg slims, iets smarts. Wat Wim Krauwel draagt, dat van de hand van Gijs Bakker is. Maar wij zien hier de ontwerper die later ook hoogleraar werd aan de faculteit IO. Waarom laat ik deze manieren zien? Want ze zijn eigenlijk natuurlijk heel erg cliché. Ik denk dat zij heel erg staan voor een aantal van de denkbeelden die we hebben omtrent wat nou specifiek Delft en Eindhoven is. En of die denkbeelden kloppen, dat kun je in twijfel trekken. Net zoals dat er ook veel meer Bauhausen zijn dan dat er maar 1 Bauhaus is. Er is misschien niet eens 1 echte school. En er is ook niet 1 Delftse school. En er is niet 1 Eindhovense school. Maar als we Gijs Bakker bekijken, die schreef het voorwoord in die catalogus voor die tentoonstelling die ik net noemde. En daarin zegt hij dat de tentoonstelling een eerbetoon is aan de ontwerper als maker. En hij zegt dus ook dat het een uitdaging aan de industrie is. En dat komt eigenlijk ook overeen met de denkbeelden van Wim Krauwel. Maar het is tegelijkertijd een stimulans voor politici. Het belangrijkste hier is dat Gijs Bakker heel erg veel waarde hecht aan de maker, de ontwerper als maker. De ontwerper staat centraal. Dit zijn die ontwerpers en in de tentoonstelling werd dus ook gebruik gemaakt van portretten. Die werden ook getoond. Dus je had niet alleen een product, je had ook daarbij het gezicht van de maker in gedachten. Aan de andere kant, 2 jaar later, hadden we de tentoonstelling
waarvoor Wim Krouwel de inleiding voor de catalogus schreef. Ontwerpen voor de Industrie 1. Alleen een Nederlandse titel, geen Duitse vertaling, geen Design for the Industry or the First Industry, whatever. En hij zegt heel duidelijk, in onze tijd worden producten niet meer bedacht. We zijn geen individuen meer, we werken als een team. De maker, die ene ontwerper die verantwoordelijk is voor dat proces, die is er niet. We moeten samenwerken als een team. En daarmee kunnen we ook de processen en dat wat we kunnen doen, kunnen we opschalen. En dat is wat er nu heel erg, waar we nu mee te maken hebben. Dat je kan wel heel erg klein beginnen, maar als je nadenkt over wat je teweeg brengt op het moment dat je iets maakt, of als je besluit dat je iets materialiseert, of je brengt het naar buiten, dan kun je niet meer voorkomen dat dat kleine ideetje dat je had ergens opgepikt kan worden en kan uitgroeien tot iets enorms. Soms heel erg goed, maar soms ook weer niet. En daar komt een nieuwe verantwoordelijkheid bij kijken, dat op het moment dat je dus ergens mee begint, dat je misschien ook moet gaan inzien, en misschien moeten wij ook binnen het onderwijs gaan beoordelen, welke stappen in dat ontwerpproces we later nog aan dat individu koppelen en waar die verantwoordelijkheid ophoudt. En misschien hoeven we niet als onderwijzer te zeggen, hier moet je ophouden, want nu wordt het gevaarlijk, of alsjeblieft ga nog door. Maar het besef dat je niet meer gewoon één klein losstaand dingetje de wereld in kan gooien zonder dat je daar ook maar enige verantwoordelijkheid voor hebt. Die tijd die is voorbij. En misschien bestond die al niet eens. Maar. Dit is de tentoonstelling van Wim Krouwel. Heel anders. Is dit Delft? Nee, dat is niet Delft. Dit is ook een voorbeeld van een project waarbij al veel eerder werd samengewerkt tussen, in dit geval de Technische Universiteit Eindhoven en de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven, nu de Design Academy. En dit was een hele, hele spannende auto, waarbij weer die render, die perfecte tekening, een soort suggestie wekt. Dit was een goed project. En het vond gewoon plaats, omdat de studenten zelf het initiatief namen. En dit samen tot een goed einde kon werken. Er werd niet moeilijk gedaan over waar kom jij vandaan en wat doe je. Er werd gekeken naar elkaars kwaliteiten. En die kwaliteiten die zorgden voor meerwaarde. Dus misschien is het niet zozeer als je zegt van Delft, daar kijken ze van hoe je iets moet doen, want dan kan je iets in elkaar zetten. En in Eindhoven denken ze maar, oh, wat zal ik doen? Het is uiteraard ook waarom doe je iets. Maar in de toekomst of nu ook, met wie doe je iets? Waarom? Wanneer doe je iets? Zat je niet al op school? Zit je straks op school? Wanneer krijg je een diploma? Had je niet al een diploma? Waar is school? Is hier school? Is daar school? Het kan allemaal. Groot verschil blijft dat in Delft krijgen we dat dan er toch af en toe boeken zijn. Dit zijn de Delft Design Guide. Het is een fantastisch boek. Ik heb bij me als iemand wil kijken. Ik vind het echt, er staan allerlei designmethodes in. En die kan je gewoon openflippen en dan kan je er doorheen. En stapsgewijs kan je doorlopen. Soms worden er ook nieuwe combinaties gemaakt van designmethodes. En dan komt er iets uit. Dat is één handboek wat wordt gehanteerd. En een ander handboek wat heel erg dicht in de buurt komt van de bijna intuïtieve werkwijze die we in Eindhoven vaak toepassen. Dat is dus Vision in Design. De methode ontwikkeld door Paul Heckert en Matthijs van Dijk. Een van de ontwerpers van die rare auto die we net zagen. Dit is bij veel studenten in Delft een geliefde, ook een methode om toe te passen. Dit zijn wat boeken die in Eindhoven dan natuurlijk weer langskomen. Volgens mij is de huidige creatief directeur heeft net Deschooling Society aangeraden. En in het lectoraat wordt gekeken naar Against Method, om daar weer eens lekker tegen in te gaan. Dit is een hele gezonde manier om naar ontwerpen te kijken. Het is niet het een of het ander, maar het is er allebei. En daartussenin kun je je eigen mening vormen. Hetzelfde, ik ga niet hier heel erg duidelijk op in. Natuurlijk was er deze grote
dit grote kunstwerk of dit ontwerp of deze provocatie of deze poëtische visuele statement van Masoud Hassani in 2011. Natuurlijk was daar de adoratie door de koning en de koningin. En ja, er was zelfs een Kickstarter project om te kijken hoe kunnen we dit doorontwikkelen. Maar dit was niet het einde. En dat zei ik net al, op het moment dat je iets ontwerpt, dan heb je een verantwoordelijkheid en die blijft bij je. En je moet leren omgaan, ook als student, wat je met die verantwoordelijkheid doet. En op welk moment je dat misschien met anderen wilt delen. Op dit moment is de Mindcafon is veranderd in een drone. Rechts daarvan zien we een andere drone uit Delft. De ambulance drone uit 2014. Ze lijken op elkaar, maar ze hebben een totaal ander startpunt. En ze hebben allebei heel veel overtuigingskracht. Hierbij nog twee voorbeelden. Op het ene scherm hebben we een keurig iMac. Daarnaast een spread uit een publicatie. Even de vraag aan het publiek. Van wie is die keurige website? Is dat de TU-student? En van wie is de duif? Wie denkt dat de iMac van de TU? Het had natuurlijk een PC moeten zijn, maar dat... Niemand. Nou, heel goed. het zijn twee afstudeerprojecten die gaan over de smart city. Het linker project heet Ubiquity en is een project van Luca Klaassen. Oh. En wat hij heeft geprobeerd is dat hele complexe begrip van een smart city zo te analyseren en ook zo te vertalen dat op welk niveau je ook in deze redelijk complexe materie binnenstapt, er altijd een aanknopingspunt is. En in dit geval heeft hij niet alleen geprobeerd de content op zo'n manier te omschrijven dat afhankelijk van de keuze die je maakt, ben je een burger, ben je een city official. Je ziet hier de keuzes. Of ben je gewoon geïnteresseerd? Dat is een van de mogelijkheden om daar binnen te komen. Maar het taalgebruik van de website past zich aan de gebruiker. Op het moment dat je vele essays, stukjes tekst, informatie hebt bezocht, maakt de website, die ook echt werkt, gebruik van een beetje machine learning om ervoor te zorgen dat de volgende keuzes die je kan maken, dat die makkelijker worden. En dat vervolgens ook je steeds meer kennis krijgt en ook steeds meer je op een andere manier kan gaan verhouden tot die smart city. Het is een redelijk sec ontwerp, maar het werkt. En het is een interessant experiment. En het is iets in wording. Het is een systeem wat ook op een andere plek zou kunnen worden toegepast met andere content. Aan de andere kant hebben we hier het project van Peter Kalkman, recentelijk afgestudeerd, Experiencing the City Towards a Pigeon Inclusive Smart City. Waarbij het perspectief van de duif in acht wordt genomen. De vieze stadsduif. In plaats van city planners die er normaal gesproken zijn. Dit is een prachtig stukje uit het afstudeerverslag. Ik vind het ook het afstudeerwerk. iPigeon. En je kunt dit lezen en je leest hier van het relaas van de duif. En je krijgt een andere kijk op de stad. Het bijzondere hier is dat dit had kunnen ophouden. En daarom voor sommige mensen, als ik niet het andere project had gezegd, of als ik deze vraag in een andere context had gesteld, zou dit een typisch Design Academy project kunnen zijn van een haha of een knipoog. Maar wat bijzonder is dat hier alle aspecten die in het onderzoek zijn gedaan, die zijn wetenschappelijk onderbouwd. En ik zei al, ik heb enorm veel last van aannames. Maar hier zat misschien ooit een aanname vast. Maar alles is nu wetenschappelijk onderbouwd. Dit verslag klopt. En je kunt er allerlei dingen mee doen. Waar helaas geen tijd voor is in een half jaar lang afstuderen wat je in je eentje moet doen, is om te kijken wat de mogelijkheden in zo'n verslag zijn. Om te onderzoeken of er in zo'n kritisch design project
of er niet mogelijkheden in zitten om te kijken wat je hier echt mee zou kunnen doen. Wat zou er gebeuren als je die duif zou kunnen inzetten als een dataverzamelaar waar je als stad of gemeente iets aan zou kunnen hebben om inzicht te krijgen over de burgers die in je stad leven. Nou, ik hoop van harte dat, dat Peter, in dit geval, die hier ook aanwezig is, ik zag hem net zitten, maar dat hij ook dit afstudeerproject serieus neemt en dat dit ook een inspiratiebron kan zijn voor andere afstudeerders bij de TU Delft. En eigenlijk, en dat is de belangrijkste reden waarom ik laat zien, om te laten zien dat eigenlijk er is heel weinig verschil als het gaat om die studenten. Die intenties zijn hetzelfde. Studenten willen iets maken, iets bijdragen en willen daar heel, heel doordacht mee bezig zijn. Ik probeer dat ook te doen. Ik zei al, en nog even, er is niet één Bauhaus. Als je op Nederlands google.nl drukt, dan is de eerste Bauhaus die je krijgt is de Bouwmarkt. Dit is degene in Groningen. In 2012 werd al in een interview gezegd, over 50 tot 100 jaar weet niemand meer wat dat oude Bauhaus was. Ik durf te zeggen dat dat binnen 5 jaar al zo is. Tenzij het Neuhaus zo hard zijn best doet. En dan ineens zegt, oh stiekem, we waren wel Bauhaus. Poef. Maar dat ligt aan de manier van de pers. Links is ook een fantastisch Bauhaus. Kun je opzoeken in Minecraft. Het is leeg. Je kunt er zelf vorm aan geven. Je kunt er wat mee doen. En dat is het mooie. Het Bauhaus, of in ieder geval deze insteek. Geef vorm aan wat je wil, praat erover, laat het zien en doe het vooral ook met anderen zonder dat je waardeoordelen aan elkaar geeft. Nou, goed, en zo lul ik door. Oké, bedankt. Dankjewel, Katelijne. Maar als ik het nou goed begreep, was het helemaal niet Bauhaus. Het was Jan van der Brink en Philips die het in Nederland hebben gedaan. Naar aanleiding van, ze waren geïnspireerd op. Maar is dat dan niet misschien meteen waar het in Nederland misging? Dat het daar de protocollen en de bureaucratie en al die verschotting en wat kan en wat niet kan. Er was geld voor handen en mensen wilden het direct gebruiken. Je ziet het nu met onderzoeksgelden. Mensen denken direct, oh daar is de geldpot en dat gaan we doen. Niet, waarom gaan we dat doen? Is dit wel het beste wat we kunnen doen? Moeten we dit wel doen? Er wordt niet genoeg gevraagd. Ja. Wat mij in ieder geval duidelijk werd in je verhaal, er is een bestaansgrond voor beide onderwijsvormen. En dat daar ook eigenlijk wel meer overeenkomsten tussen zijn dan we vaak op het eerste gezicht denken. Maar wat ik dan toch nog steeds niet begrijp is waarom er zo weinig uitwisseling is. En dan gaat het niet alleen om de TU Delft en Eindhoven. Dat is vaak zeg maar, ook een soort schabloon waar je van alles op kunt projecteren. Maar ook tussen de Rietveld Academie en misschien wel de TU Delft. Of tussen de TU Eindhoven en die Design Academy, die een steenworp van elkaar af liggen. Waarom begeven die zich nog steeds in bijna twee verschillende werelden? Het gebeurt wel, maar het is nog op te kleine schaal. En op het moment dat het gebeurt, wordt er eigenlijk te weinig kenbaarheid aangegeven. Omdat het gewoon veel makkelijker is om te zeggen, kijk, we doen weer hetzelfde. Dus het zou interessant zijn als alle instituten misschien ook in hun persvoorlichting misschien af en toe eens andere keuzes maken. De media heeft dit gedaan. Dat vind ik altijd een heel geruststellende antwoord. De media heeft er iets mee te maken, helemaal. En dan gaan we weer terug naar het Bauhaus. Als je ziet dat je de media ook als een instrument kan gebruiken om dingen naar je hand te zetten. En dat kan ook een positieve uitwerking hebben. Maar goed, je zei zelf al, het is heel weinig. Zou het niet meer moeten zijn dan? Nee, absoluut. En dat denk ik dus als we in zou gaan op wat is het, wat die ontwerpers, wat sta ik nou die ontwerpers te leren? Of wat hoop ik te doen? En daarvoor zijn Luca en Peter goede voorbeelden. En dat zijn complexe en steeds complexer wordende onderwerpen. En die zijn de moeite waard en die zijn belangrijk om te delen. En we moeten die studenten, we moeten, het zou zo fijn zijn als ontwerpstudenten kunnen helpen om informatie, kennis en ook die kennisgebieden die eerder door Flora werden genoemd, als die toegankelijk gemaakt kunnen worden voor iedereen, omdat ontwerpers in staat zijn om dat op een of andere manier tactiel, visueel, auditief te maken. En dat is in ieder geval voor mij een reden om
redelijk bevlogen maar met het onderwijs bezig te houden. Heel bevlogen zelfs. Ja. Heel bevlogen. Heeft iemand een vraag aan Katelijne voordat ze al het podium afrent? Geen vraag. Oké, je mag gaan. Oké. Dankjewel, Katelijne. Nou, we hebben inmiddels al een hele avond over Delft en Eindhoven en over het Bauhaus en de geschiedenis en hoe het nu verder moet gesproken. En het gaat eigenlijk altijd tot nu toe over Nederland. Maar ik was zo benieuwd hoe we dat Nederlandse onderwijs dan moeten zien ten opzichte van de rest van Europa. Hoe verhouden we ons daartoe? Waarin loopt Nederland achter? Waarin lopen we voor? En iemand die als geen ander weet wat Europa en ook Nederland heeft te bieden, is Margriet Volleberg van Ventura Projects. En in het bijzonder, naast al die verschillende Dubai Designweken en Milaan en noem maar op, was het dit jaar in Milaan Ventura University. Een eerste plek in Milaan, helemaal gericht voor onderwijs. Nou, dat leek mij nou een heel interessant startpunt voor gesprekken over de internationale positie van het Nederlandse designonderwijs. Margriet, ga ik uitnodigen. Terwijl ze opkomt, draaien we even een korte film voor de mensen die misschien niet in Milaan waren. Dat kunnen er zomaar aardig wat zijn. Een korte impressie van die Ventura University, hoe die scholen zich in Milaan presenteren. What we do here, it's called Nero Project, and it deals with this ecological strain from slate mining, which is really resembled in Czech Republic. And our aim was to use slate dust, which lays in the hills all over the Czech Republic, and nobody really does anything about it. So we took it, made a brand new material after a long, long, long time of experimenting. And we finally found a way how to produce from the slate dust, from the waste, which wasn't useful, products that are really capable of, like, suit you in a kitchen, in gardens. It's ecological, it's recyclable, it's beautiful, it's natural. So we are students of the university, the School of Design in Pforzheim in Germany, and we are exhibiting Soda Laboratory. It's a program about jewelry and everyday objects. So Soda means actually Schmuck und Objekte der Alltagskultur, so in English it's jewelry and everyday objects. And the idea of the exhibition is to show material explorations and sort of design beyond the surface. And yeah, we have different projects, some graduation works, and also a project about pets. And yeah, it's about the domestication and the animalistic in objects and jewelry. My name is Charlotte, and I'm from Designskolen Kolding in Denmark. And you are standing now in our exhibition, The Play. And it's all about playing. We invite people to come in here and experiment with the colors and different stuff. So what you see here at the table is creation from all kind of people, and it will change every day. Now, why are we doing this? It's because we just launched a brand new master program called Design for Play. It's the only one in the world, and we made it in cooperation with the LEGO. So here you will meet a couple of students who are the first one who started at it for a few months ago. So please enjoy. So. Welkom. Dank je. Dankjewel. Margriet. Nou, vertel maar. Hoe staan we erop als Nederland? Ja, nou ja, laten we meteen maar de koe bij de hoorns vatten. Ja. Hoe staan we erop? Heel goed. Nou, ik bedoel, Nederlands onderwijs wordt in het buitenland
als heel goed ervaren. In de zin van all eyes on us. Iedereen kijkt naar wat er gebeurt in Nederland. Dat is nu al behoorlijk wat jaren zo, kan ik zeggen. Ik zeg niet dat we de enige zijn. Er zijn enkele academies in Nederland waar heel erg naar gekeken wordt. Dat gebeurt in dit geval in Milaan heel erg. Maar dat bijvoorbeeld op het gebied van technische universiteit, waar we het over hebben, gebeurt dat ook. Wat we zien is dat Nederland daarin niet de enige is. Er zijn zeker andere academies in andere landen waar ook heel erg naar gekeken wordt. Nederland staat ook wanneer is dat geweest? Volgens mij 2003 of zo. In zo'n toplijstje natuurlijk. Dus dat helpt natuurlijk ook mee. Daar hebben we de media weer die daarin meedoet. Maar er wordt naar ons gekeken. Ja. Ja. Zou je die hele specifieke kwaliteiten van Nederland kunnen benoemen dan? Waarin onderscheidt het onderwijs zich, of in ieder geval de output van het Nederlandse onderwijs? Ja, nou, ik kan dat zeggen door wat ik doe en wat ik zie. Ik kan dat zeggen doordat ik zelf onderwijsgenoten heb in Nederland. Ik heb eind jaren 90 aan de Design Academy in Eindhoven gestudeerd, die ik afgerond heb. Toen ik daar begon, heette het Academie Industriële Vormgeving Eindhoven. En ik studeerde af in het Engels, zoals Design Academy. Wat we zien eigenlijk in Nederlands design, op de verschillende academies, wat ik denk, wat ik zie tenminste, wat de grootste... hoe zou ik het zeggen? Het grootste punt is wat anders is dan andere academies. Vind ik dat wij iets individualistischer opleiden. En daardoor eigenlijk veel meer vanuit het op een andere manier het kunnen insteken. Even aansluiten bij wat Katelijn zei, de Gijs Bakker methode, zeg maar. Dus meer het individu. Ja, dat zie ik wel. Dat zie ik absoluut. Wij zijn wel multidisciplinair, dus ik zeg niet dat het wat nee, dat betreft niet is. Nee, want de afgelopen jaar zijn juist die andere scholen die heel meer misschien wel dan Nederland de ramen open hebben met andere wetenschappelijke disciplines samenwerken. Maar als ik bijvoorbeeld een Nederlandse academische student hoor praten en ik hoor bijvoorbeeld een buitenlandse academische student praten, die wij voldoende hebben, waar ik ook al 10 jaar mee werk, is dat vanuit de Nederlandse student heel erg vanuit het eigen perspectief gepraat wordt. De eigen inspiratie die geleid heeft tot het eigen verhaal. En dan heb ik het heel erg over de academie, het academiewerken. En dat hoor je bijvoorbeeld bij een Royal College of Art student. Die hoor je veel meer over het collectief praten en hoe zij tot iets gekomen zijn. Ja, ja. Hoe bedoel je met het collectief? Wat voor collectief werk ze dan? Het teamwerk bijvoorbeeld. Ja, ja, dat ze daar ook meer in teams werken. En dat in Nederland eigenlijk al heel vroeg in die opleidingen wordt benadrukt dat je een individu bent. Ik zeg niet dat er bij ons helemaal niet in teams gewerkt wordt. Maar in ieder geval, als je me het grootste verschil vraagt, dan is dat een van de grote verschillen, ja. Hoe lang heeft Ventura Lambrate gedraaid? In 2010 is dat begonnen, dus dat heeft 8 jaar gedraaid. Nou, zeg, van 2010 tot nu heb je eigenlijk in Milaan op de voet kunnen volgen hoe die academisch zich ontwikkelen. Ja. Wat is, even los van Nederland en het buitenland, wat is een grote verandering in... In die afgelopen 10 jaar bedoel je? In die afgelopen 10 jaar, 8 jaar, hoe die onderwijsinstellingen zich ontwikkeld hebben. Ja. Waar zie je verschil in wat er uitkomt en hoe dat onderwijs is georganiseerd? Ja, ik ben te kijken of er heel erg een verschil in zit. Natuurlijk zijn alle academiejaren zijn daarin anders. Ik zie wel dat er... Het mooie is, wat ik natuurlijk neerzet in Milaan in dit geval, dat academies elkaar heel erg ontmoeten. Dus er wordt ook veel met elkaar gesproken. Je hebt dus zomaar dat een academie uit Mexico spreekt met een academie uit Japan en dat daar bijvoorbeeld een Nederlandse academie bij zit. Ik zie ook dat er uitwisselingen bijvoorbeeld gebeuren. Dus dat zijn in ieder geval dingen die ik heel erg... Ja, daar word ik heel blij van dat gebeurt. Ja. Wat ik daarvan ontwikkelingen in zie, is dat... maar dat ik weet,
ik vraag me af of dat echt een ontwikkeling is van nu in de laatste 10 jaar. Maar ik zie bijvoorbeeld wel dat al die academies heel erg naar die samenleving aan het kijken zijn. Dus ja. Die nieuwe stoel, ja, okay. die wordt dan niet per se ontworpen. Nee. Nou, sterker nog, wat mij heel erg opvalt is... zeg maar, dat is in Nederland was die impuls wel als eerste merkbaar. Mm-hmm. Is eigenlijk dat het helemaal niet meer over producten gaat. Het gaat alleen nog maar over processen, over materialen, over onderzoek. Mm-hmm. Is dat iets waar Nederland ook in vooruit liep? En zie je, tenminste, ik zag op dat Ventura University dit jaar. Even als korte vraag in de zaal: wie was daar dit jaar? Is er iemand die dat heeft gezien? Oh ja, nee, niet genoeg. Dan zal ik het even kort uitleggen. Ja. Of misschien moet jij doen wat het is. Ja. Jij was heel enthousiast. Okay. Ik vond het een van de leukste plekken. Omdat het precies wat Jan Boele aan het begin van de avond zei. Omdat het binnen dat die enorme commerciële machine die Milaan is, een plek was. Een vrijplaats was waar geëxperimenteerd werd. En waar nieuwe ideeën geprobeerd konden worden. De een dan wat zinniger dan de andere. Maar dat doet er verder niet aan af. Maar ook een plek waar je niet die druk voelde van het product of de oplossing, maar waar ook vragen gesteld konden worden. Ja, nou, ik vind dus heel erg belangrijk om de relevantie van het vak design te laten zien. En hoe kan dat beter dan met academiewerk? Want daar zijn het niet de opdrachtgevers die de vraag gesteld hebben. Dus daar wordt veel vrijer gewerkt. Daar kan dus ook individualistischer gewerkt worden. Dus dat vind ik heel belangrijk. En om dat te laten zien, om dat eigenlijk op global niveau te laten zien. Dus dat waren dit jaar volgens mij 25 academici die we daar lieten zien. Ja. Die kwamen inderdaad vanuit Mexico tot Japan. Dan krijg je een heel mooi overview van wat er op dit moment aan de hand is. Natuurlijk zien we daar de beste alumni of de beste student op dit moment. Daar wordt wel degelijk een selectie in gemaakt. Maar ja, wat ik al zei, wat ik heel erg zie, is dat eigenlijk al die projecten toch wel heel erg richting de samenleving gericht zijn. Ja. Dat is een ontwikkeling waarin Nederland heel erg aan de vooravond stond, inderdaad. Ja. Toen ik in 2000 afgestudeerde, ging het over men en identity in mijn geval. Dus mens en, dus die samen... het richten daarop. En dat is iets wat ik internationaal ook zie gebeuren. Een hele goede ontwikkeling. Ja. En dat voelen van die tijd, hè, waar bijvoorbeeld Floor het over had met dat Neuhaus. Wat gaat, hè, net als het Bauhaus 100 jaar geleden. Dat heel erg gekeken, de vinger wordt gelegd op die tijdgeest. Wat is dan? Wat bepaalt dan onze tijd? En hoe kunnen we daar op inspelen? Is dat iets wat je ook al ziet bij die scholen? Nou ja, er wordt natuurlijk heel erg gekeken, wat is er nu aan de hand? Wat zijn maar ik vond ook wel vaak morgen. Ik zag daar net een paar, volgens mij waar het organen aan een infuus. Ja, absoluut. Nou, het is niet voor niks dat we het ook Ventura Future hebben genoemd. Ja, ja, ik denk ook, wat de designer moet doen, is niet laten zien wat er vandaag aan de hand is. Maar laten zien wat er straks aan de hand is. Ik denk, als de designer daar niet meer op inspeelt, dan lopen we sowieso achter de feiten aan. Dus dat is wel waarvoor de ontwerpers opgeleid worden. Ja. Ja. Zie jij ook iets waarin die Nederlandse opleidingen zeg maar minder doen dan de buitenlanders? Laten we gewoon maar even een beetje naast elkaar liggen. Ja, nou ja, of het echt minder doen is, weet ik niet. Maar wat ik vaak merk bij Nederlandse ontwerpers, is dat ze heel erg goed zichzelf kunnen presenteren. Dus het project, hè, waarom heb ik hier aan gedacht en wat is mijn verhaal en wat was mijn inspiratie om tot dit product, project, concept te komen. Maar op het moment dat er misschien moet ik ze de wat commerciëlere vragen gesteld worden. Dus hoe kan ik dit dan implementeren? Wat zal het kosten? Of dat die antwoorden minder goed gegeven kunnen worden. Ja, ja, dus zeg maar een soort praktische toets of een reality check. Ja. Laten we het zo noemen, dat schort er nog wel eens aan. Nou, dat schort eraan. Wat ik niet heel erg vind bij studenten, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar ik vraag wel af, waar wordt dus wel die stap gemaakt? En wordt die stap gemaakt? Ja. Want dat zijn wel hele belangrijke dingen. Ik bedoel, ik ben ook al jaren natuurlijk bezig in het bedrijfsleven. En noem het überhaupt de grote mensenwereld.
de wereld na de student. En daar worden die vragen gesteld. Ja. En daar moet je je overeind houden, want anders... Dus daar ligt zeg maar bijna een uitdaging om hè, want het zijn natuurlijk vanavond hebben we heel veel prachtige vergezichten gezien. Ja. Terwijl van oudsher zagen bij Katelijne ook dat Nederlands onderwijs juist ook heel pragmatisch is en verankerd is in die markt. Ja. Dat we misschien bijna voor te ver voor de troepen uitlopen met het onderwijs, zou je het zo kunnen noemen? Bij vlagen? Nou ja, goed. Ik denk dat ook goed is. Daar is onderwijs ook wel voor. Dat vind ik niet per se een slechte ontwikkeling. Nee. Heeft iemand een vraag aan Margriet? Nou, dan stel ik blijkbaar de goede vraag. Dan ga ik er maar vanuit. Tot slot. Ik denk dat de eerste keer Ventura Lambrate, dat alleen de Design Academy was die daar stond? De eerste keer op de Design Academy stond er zeker. Nou, maar misschien nog één of we twee. We hebben in de afgelopen 9 edities hebben wij bijna 200 academies geëxposeerd. Maar dus, dat was, zeg maar, dus daar ligt de nadruk in de afgelopen 3-4 jaar. Nee, maar het gaat me erom. Het begon met de Design Academy misschien nog 1 of 2. Ja. En 10 jaar later bij 200 scholen verder. En kun je zelfs een eigen plek inrichten waar die gecureerd was. Dat was helder, want de kwaliteit was echt hoog. Mm-hmm. Maar gewoon 25 universiteiten. En er zijn er natuurlijk altijd nog wel een paar die hun eigen, zoals de Design Academy, die hun eigen plek zoeken en vinden. Blijkbaar is het voor... Behoort het tot het designonderwijs om met z'n allen naar Milaan te gaan? Nou, is dat niet een beetje raar? Ik weet niet of dat raar is. Dat is een vraag. Ja, nee, ja, goed. Wat ik vind, in Milaan hebben we... dat is een beetje een soort van afgesproken moment. Daar is de designwereld. Hebben we zelfs als startende ontwerper bij wijze van spreken niet heel veel te makken en moeten we er eentje kiezen, dan kiezen we waarschijnlijk Milaan om naartoe te gaan. Dus ik kan wel zeggen dat wel een moment in het jaar is, wat een belangrijk moment is waar we heel veel eigenlijk stakeholders bij elkaar hebben. Er wordt heel veel commercieel design, wat ook heel goed is, er wordt hoogstaand design, wordt er geshowt in Milaan. En ik wil heel graag ook, nou ja, wat ik al zei, dat andere design ook laten zien. En hoeveel anders is het? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, dit is de toekomst. En over zoveel jaar is dit ook een nieuwe standaard. Nee, maar voor sommige scholen is het een forse investering. Ik denk dat ze in Eindhoven zo 80, 90, misschien, ik denk wel meer dan 100.000 euro betalen. Ja, om daar met al die studenten een plek huren en noem maar op. Dat zijn natuurlijk hele kun je 2-3 docenten voor aannemen. Nee, dat is ook zeker waar. Wat ik ook merk is dat er ook heel veel... er wordt heel veel uitgehaald doordat men daar staat. Er wordt sowieso wat haal je eruit dan? Nou, er wordt sowieso natuurlijk... de opleiding zelf krijgt daarin een plek en kan zich verhouden tot. Maar er wordt ook... men laat zien wat er op dat moment speelt. En waar de academie zelf toe in staat is. Er zal zeker een gedeelte self-promotion voor de academie in zitten. Nou ja, goed, een gedeelte... zijn wij op zich niet zo heel erg geïnteresseerd natuurlijk. Maar wij vinden het natuurlijk wel heel interessant. Wat wordt er op welke academie? Wat speelt er? En door dat nogmaals in dat perspectief te zien... daar ga je... daar krijg je zo'n beeld bij. Wat je eigenlijk zegt is... behalve voor die individuele student... is het een leermoment? Ja. Excuus helemaal. Mm-hmm. Pikken ze iets van uit? Is het ook voor de school zelf om daar naartoe te gaan? Je te vergelijken met anderen? Waar zijn anderen mee bezig? Ook een leermoment. Ook een soort school of schools. School for schools. Ja, misschien wel. Nou ja, en het presenteren is daarin natuurlijk ook wel een element... wat we ook niet moeten vergeten en niet moeten onderschatten. Ja. Dus het is in die zin is het zeker ook een leermoment voor de student zelf. Ja. Komend jaar weer? Ja,
absoluut. Op een nog nader te bepalen locatie, neem ik aan. Want zo kennen we Ventura inmiddels ook. Ja. Maar dit jaar komt er zeker... Wat zijn de criteria waarop je toch natuurlijk de kwaliteit en de beste... Maar waar ligt dat dan aan? Nou, de criteria in die zin voor de academies... Ventura zelf is natuurlijk een compleet gecureerd iets. Ook de academies. Ja. Maar daar zijn de criteria in die zin anders. Eigenlijk, het uitgangspunt is dat je als academie kan komen exposeren... Waar wij wel naar kijken is het relevant? In de zin van, is het bijvoorbeeld al eerder gedaan door een academie? Is dat werk bijvoorbeeld al eerder geweest? Ja. Ze hebben allemaal een thema. Bijvoorbeeld, ik zag de... Dat doen de academies KBK, zelf. KBK, die had heel erg politiek. Hè, ja. de My Politics heet het, mm-hmm. als ik me niet vergis. En de andere scholen hadden iets met zorg en met de Verenigde Naties en samenwerking, klopt. Mensenrechten. Ja, klopt. Dus ze moeten wel allemaal een themaatje hebben. Nou ja, dat is echt aan de academie zelf en zij dragen ook dat thema aan, dus daar heb ik geen hand in. Dat doen ze in. Eigenlijk zelf al? Ja, dat doen ze zelf al. Je ziet vanuit al. Die scholen zelf dat ze een vakgebied of een discipline, een vraagstuk... Ja. Maar dat vind ik ook belangrijk. Ik bedoel, daar is de academie mee bezig, dus dat is wat ze willen laten zien. Ik toets eigenlijk alleen van, goh, is het bijvoorbeeld iets wat we 3 jaar geleden al op die academie hebben gehad. De academies kennen elkaar natuurlijk ook niet allemaal. Nee. En dat is dan iets wat overlegd wordt. Maar ook, is het bijvoorbeeld qua inhoud, is het goed voor Milaan? In de zin van, we willen natuurlijk ook alle... Ik wil ook dat die academies succes daar hebben. Ja. Je hebt dat dit jaar gezien. Ik denk dat het overall level van al die academici die er waren... op een hele goede gelijk niveau zaten. Goed, er zijn paar uitschieters. Een paar uitschieters. Dat is logisch. Ja. Ja. Nou. Geen vragen? Nu wel. Nu. Heel goed. Susie, ik kom naar je toe met de microfoon. Ja. Goed verhaal, Margriet. Dank je. Wat ik eigenlijk aan jou zou willen vragen is het volgende. Kijk, ik ga al jarenlang naar Milaan. En je ziet dat Milaan eigenlijk door de jaren heen toch verandert van een product naar een proces waar de hele wereld bij elkaar komt. En niet alleen het meubel, het natte gedeelte, het droge gedeelte, het interieur, het exterieur. Mm-hmm. En je ziet ook dat de auto-industrie zich daar mee gaat bemoeien. Ja. En de hele elektronica, technology komt daar naartoe. Vroeger was het een local naar een global. En nu zie je dat er een lokale wereld, eigenlijk een lokale wereld gaat ontstaan. Dus eigenlijk wat ook de academisch last van hebben, dat eigenlijk studenten veel meer gaan toeren. Dus het is niet meer dat ze op één plek in het eigen land, maar dat ze ook naar andere landen gaan om daar een master of een opleiding te doen. Die trend zie ik daar. Wat zou je dus ook scholen mee kunnen willen geven om te zeggen van, ik vang die signalen op, want jij zit er nog veel dichter op dan wij. Mm-hmm. Wat zouden scholen moeten doen? Nou, dat is ook een beetje wat Katelijne net al aangaf. Bij bijvoorbeeld zo'n TU Delft en Design Academy of TU Eindhoven en Design Academy. Echt dat samenwerken. En dat samenwerken iets meer kenbaar maken, want het is er. Maar het is dan toch tenslotte het afstudeerwerk van die academie of het werk van die student die aan die academie gestudeerd heeft. Maar ik zie eigenlijk in die jaren waarbij ik zelfs academische afspraken zie maken. Inderdaad, ze kunnen misschien niet elk jaar omdat het vrij duur is. Maar waarbij academische afspraken maken van, nou, wij zijn er volgend jaar weer. En wie zijn de andere academies? Om alvast te kunnen kijken van met wie kunnen we connecten. Dus ik zie daar echt momenten ontstaan dat de academies met elkaar ook... In verhaal eigenlijk gaan. En we hebben het echt niet over de minste academies. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Om die studenten, die doen dat natuurlijk wel heel erg, wat jij aangeeft. He, ze doen de master hier, ze studeren af daar en ze doen de master daar. Maar ik denk dat ook die academies, op het moment dat die momenten hebben dat zij met elkaar van gedachten kunnen wisselen, dat ook heel interessant kan zijn. Ja, er was nog een andere laatste vraag, of die is al beantwoord? Katelijne, het laatste woord is jou. Nou, je hebt gelijk, maar wat ik eigenlijk mis is in feite het transdisciplinary design. Dus dat het eigenlijk
over het academisch heen moet gaan. Dus dat je ook andere disciplines daarin betrekt. Dus de techneuten, maar ook de wiskundigen en ook de chirurgen. Dat die eigenlijk bij elkaar moeten komen. En dat er dan iets nieuws ontstaat. Dus vaak zijn academie in hun eigen bubbel. Mm-hmm. En we zouden uit die bubbel moeten treden. Nou ja, ik denk dus ook dat we... Dat bedoel ik net eigenlijk ook een beetje van... Houdt die designer zich staande op het moment dat dat wel gebeurt? Want dat gebeurt natuurlijk straks, dat gebeurt wel. Ik bedoel, op het moment dat jij ingehuurd wordt door een bedrijf... waar verschillende processen lopen... waarbij je dus spreekt met een ingenieur en met een bioloog en met een... Chirurgen ook. Chirurg. Meer chirurgen dan Mila. En je wordt als designer erbij gehaald... Hou je je dan nog staande in dat gesprek? Kun je dat gesprek aan? Dus op het moment dat dat al op academisch niveau steeds meer gebeurt, ja, graag. Ja. Het laatste woord is nu aan Katelijn. Nee, het is een vraag. Ik vraag me af wanneer deelname van een school aan de beurs in Milaan, wanneer dat succesvol is. Hoe meet je dat? Ja. Ja, om die naar die vervelende plek te gaan. Het rendement. We willen rendement. Cijfers. Ja. Ja, ja dat zou ik aan de... Ja, nee, precies. Ja. Nee, ik zet hem even wat harder in. Ja, ja dat zou aan de academies moeten vragen. En ik denk ook dat lijkt me eerlijk gezegd ook. Ja, en ik denk ook dat elke academie daar dan misschien ook andere criteria bij heeft. Vooral dat de ene academie... Ik heb de Design Academy gezien dat ze gewoon aan het werven waren. Het leek wat Amerikaanse leger met een tafeltje... en dan kon je inschrijven voor je master... En andere scholen die zien dat als ze in de krant komen of iets? Nee, ik denk ook academisch hebben wat dat betreft een vele bredere reden om naar Milaan te gaan. Dat kan aan de ene kant zijn omdat ze het misschien wel het afstudeerjaar bij wijze van spreken beloofd hebben dat gebeurt. Dat ze willen dat hun studenten praktijkervaring hebben van het internationaal presenteren. Maar dat is elke academie anders. En op welke manier dat dan inderdaad als succesvol wordt ervaren. Ja. Ja, nee, dat kan. Maar ja, wat ik al zei, dat is echt voor elke academie heel anders. Ja. Daar zou je bijna een avond mee kunnen vullen. En dan gaan we nu, het is inmiddels al 7:07, niet meer halen, kan ik zeggen. Allerlaatste vraag. Nee, ik heb geen vraag. Ik kan... Oh nee, maar dan. Ik heb een antwoord. Ik heb een antwoord op de vraag. We hebben een academie. Ja, ik ben hoofd product designer artist. En ik kan ook zeggen waarom we er niet staan. Mm-hmm. Dus in die zin, we investeren juist in samenwerking. We werken samen met Central Sim Arts, met Kyoto. Die dingen kosten 50 tot 80 tot 100.000 euro. Een raad van bestuur, een CVB, die beslissen over dat bedragen. Ja. Wij werken bottom-up direct met scholen internationaal. En zorgen ervoor dat onze studenten op de plekken wereldwijd werken. En ik weet, dat is niet alleen vanuit ons, maar ook vanuit vele academies in Nederland, dat we op een alternatieve manier kijken. Hoe kunnen we voorbij aan de beurzen? Want het gaat alleen over werven, that's all. We kunnen op nieuwe manieren werven. Dus het is heel goed om te kijken naar nieuwe manieren van werken. Ja, ik denk trouwens ook niet dat het bij veel academie over werven gaat, moet ik eerlijk zeggen. Bij de academies die bij ons staan. Er zijn zelfs veel academies die bijvoorbeeld helemaal geen internationale opleiding hebben of internationale tak hebben. Wat bijvoorbeeld de Design Academy in Eindhoven wel heeft. Het verschilt heel erg per academie. Mogen we het daar nu bij laten? Ja, dat is goed. De bar roept. En geloof me, echt, voor iedereen denkt van ik wil nog door. Mijn ervaring is, en ik doe dit dus al 6 jaar... dat soms bij de bar de meest diepzinnige vragen worden gesteld. Antwoorden weet ik niet. Margriet, mag ik je danken? Dank je wel. Is het uiteindelijk toch wel een hele lange zit geworden? We zijn iets uitgelopen, maar ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Het academisch kwartiertje, we begonnen iets te laat, dus dat kan gebeuren. Het was een hele boeiende avond met wat ik interessant vond is dat het uiteindelijk meer over de tijdgeest gaat en hoe we die kunnen vangen en hoe we die moeten vangen dan over daadwerkelijk het inhoudelijke onderwijs. Hoe gaan we dat onderwijs organiseren? Ik denk dat de vraag dus eigenlijk veel fundamenteler is. Wat voor soort onderwijs willen we geven en hoe moet dat gegeven worden? En dat de zoektocht is naar de nieuwe sensitieve intuïtieve manieren waar dat Nijhuis gaat verkennen of wat Jan Boele zei. Misschien moeten we wel de doubt, de twijfel en het niet weten, het ontleren meer toelaten. En
misschien zijn de verschillen tussen al die onderwijzen ook soms minder groot dan we denken. Wat we natuurlijk bij Katelijnen zagen. Tussen Delft en Eindhoven. En dan kun je voor Delft kun je ook Twente of Afijn. Maar de twee manieren van denken tussen het academische en het universitaire. En ja, uiteindelijk komt het allemaal samen in Milaan. Om wat voor reden dan ook. Nee, het wordt er in ieder geval... we laten het toch zien. Ik kan het iedereen aanraden. Ik vond het ontzettend leuk om op een plek te zijn... waar 25 scholen uit heel Europa samenkomen. En waarin je dus soms enorm verrast wordt... en soms ook negatief verrast wordt. En ook daar wordt heel gezocht naar die tijdgeest. Ik hoop dat deze avond een beetje heeft bijgedragen aan het gevoel... voor die tijdgeest en de rol die onderwijs daarin kan spelen. Heel fijn dat jullie er allen waren vanavond. Design Matters is er weer, ik zeg maar 19 oktober. Er wordt geknikt van boven. Tijdens de Amsterdam Dance Event. En dan gaat het over design en dance. Met onder andere het smartphone orchestra. En allerlei nieuwe vormen van DJ-meubels en VJ's. En allerlei vormen hoe het licht, meer lichtzinnige vermaak en design elkaar kunnen raken. En anders, het pakhuis heeft nog allerlei interessante avonden. Hier zie je een kleine greep. Het is hier elke avond genieten. Ik hoop jullie allemaal aan de bar te zien. En voordat we gaan nog één laatste applaus voor Jan. Jan Boele, hij is helaas al onderweg naar Brussel. Hij heeft het... Ik zal hem morgen brieven. Flora van Galen van het Nieuwe Instituut. Katelijne van Middelkoop. En Margriet Volleberg. En jullie bedankt voor het komen. Dank jullie wel.